Goed, dames en heren, de vergadering is geopend. Ik deel de vergadering mee dat verontschuldigingen zijn ingekomen de volgende leden. Mevrouw Rutten, de heer Van Kampenhout en de heer Verstreken zijn afwezig wegens ambtsverplichtingen. Mevrouw Brouwers is afwezig wegens familieverplichtingen. Mevrouw Idrissi, mevrouw Saïs en mevrouw Soete zijn afwezig om gezondheidsredenen. En mevrouw Ann Moerenhout is afwezig wegens moederschapsverlof. Dames en heren, bij koninklijk besluit van 11 oktober 2014 is de heer Chris Peters benoemd tot minister en zijn mevrouw Elke Sleurs en de heer Bart Tommelijn benoemd tot staatssecretaris. Dientengevolge hebben ze geen zitting meer in het Vlaams parlement. De opvolgers die in aanmerking komen om voor de duur van hun ministerambt te vervangen zijn respectievelijk mevrouw Katrien Schrijvers, mevrouw Caroline Kroo en mevrouw Emily Talpe. Hun geloofsbrieven werden al goedgekeurd in onze plenaire vergadering van dinsdag 17 juni 2014. Vraagt hierover iemand het woord? Ik roep mevrouw Carolien Kroon, mevrouw Katrien Schrijvers en mevrouw Emily Talpe uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hen uit bij het afroepen van hun naam van op het sprekersstoelte de grondwettelijke eed af te leggen die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Kroon. Achter de sprekersstoelte, mevrouw Kroon. Achter de sprekersstoelte. Andere voorzitter. Meneer Van Lauwen. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Kroon, ik geef u akte van uw eedaflegging. Mevrouw Schrijvers. Mevrouw Talpe. Maar daar zit mevrouw Talpe. Zo te zien toch? Nee? Ik zweer de grondwet na te leven. Ook aan u, mevrouw Schrijvers, geef ik akte van uw eedaflegging. En tot slot mevrouw Talpe. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Talpe, ik geef u ook akte van uw eedaflegging. Dus mevrouw Kroon, mevrouw Schrijvers en mevrouw Talpe. En mevrouw Schrijvers, dit is voor u een, ik mag zeggen, een soort heruitgave. Hè? Van harte welkom. Ook de twee anderen. Ik geef u van harte welkom in het Vlaams parlement en ik wens u een zeer vruchtbaar mandaat toe. Dames en heren, bij brief van 14 oktober 2014 deelt de heer Bart Sommers mee dat de Open VLD-fractie hem met ingang van die dag heeft aangeduid als fractievoorzitter. Dan zijn er wijzigingen in de samenstelling in de fracties. Dames en heren, bij brief van 14 oktober 2014 delen de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, en mevrouw Caroline Kroo mee dat mevrouw Carolien Kroo zich vanaf haar eedaflegging aansluit bij de N-VA-fractie. Dat klopt, mevrouw, ja? Bij brief van 15 oktober 2015 delen de heer Koen van den Heuvel, voorzitter van de CD&V-fractie, en mevrouw Katrien Schrijvers mee dat mevrouw Katrien Schrijvers vanaf haar eedaflegging deel uitmaakt van de CD&V-fractie. En onder voorbehoud dat wij de brief krijgen, meneer Sommers, dus onder voorbehoud dat ik nu lees, bij brief van 15 oktober 2014... delen de heer Bart Sommers, voorzitter van de Open VLD-fractie, en mevrouw Emily Talpe mee dat mevrouw Emily Talpe vanaf haar eetafleiding deel uitmaakt van de Open VLD-fractie. Maar ik heb die brief van u nog niet gehad, dus eigenlijk ga ik die subiet krijgen. Onmiddellijk, dankjewel. Zeer goed, proficiat. Dan, dames en heren, bij brief van 14 oktober 2014 neemt de heer Bart Sommers vanaf die dag ontslag als derde ondervoorzitter. Ik stel voor de agenda aan te vullen met de verkiezing van de derde ondervoorzitter. Is het parlement het hiermee eens?
Goed, dames en heren, dan is nu aan de orde de verkiezing van de derde ondervoorzitter ter vervanging van de heer Bart Somers. Bij brief van 14 oktober 2014 draagt de heer Bart Somers, voorzitter van de Open VLD-fractie, de heer Marino Keulen voor. Zijn er nog andere voorstellen? Nee? Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Marino Keulen verkozen tot derde ondervoorzitter. Proficiat. Dames en heren, er zijn wijzigingen in de samenstelling van de commissies. Voor de N-VA-fractie in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Mevrouw Elke Sleurs als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Caroline Kroo. In de Commissie voor Welzijn, Volksgezonde Gezin, mevrouw Elke Sleurs als vast lid vervangen door mevrouw Caroline Kroo. In de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, mevrouw Elke Sleurs als vast lid vervangen door mevrouw Nadia Sminati. En mevrouw Nadia Sminati als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Caroline Kroo. En in de deontologische commissie mevrouw Elke Sleurs als vastlid vervangen door de heer Peter Wouters. Voor de CD&V-fractie in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de heer Chris Peters als vastlid vervangen door mevrouw Katrien Schrijvers. In de commissie voor Onderwijs de heer Chris Peters als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Katrien Schrijvers. In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de heer Chris Peters als vastlid vervangen door mevrouw Katrien Schrijvers. En in de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen de heer Chris Peters als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Katrien Schrijvers. En voor de Open VLD-fractie in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, de heer Marino Keulen als vastlid vervangen door mevrouw Mercedes van Volsum. En in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Mercedes van Volsum als vastlid vervangen door de heer Marino Keulen. Dames en heren, de heer Marino Keulen is geen vastlid meer van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. U vindt dat niet erg? Goed, dan stel ik voor de agenda aan te vullen met de verkiezing van de voorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Is het parlement het hiermee eens? Goed, dames en heren, dan is nu in de orde de verkiezing van de voorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken enzovoorts, ter vervanging van de heer Marino Keulen. Bij brief van 14 oktober 2014 draagt de heer Bart Somers, voorzitter van de Open VLD-fractie, mevrouw Mercedes van Volsum voor. Zijn er nog andere voorstellen? Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Mercedes van Volsum verkozen tot voorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Dames en heren, bij brief van 14 oktober 2014 deelt de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee dat de Kamer ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werd op de banken rondgedeeld en gaan we nu over naar de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van de heer Peter van Rompuy tot mevrouw Annemie Turtelboom, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, over de impact van het federale regeerakkoord op de Vlaamse begroting 2015. Meneer van Rompuy. Mevrouw de minister, ik vermoed dat u het gemerkt heeft, maar sinds vorige week is er dus een federaal regeerakkoord. En mijn vraag is, ligt natuurlijk voor de hand, ze ligt voor de hand, wat is de budgettaire impact van het federaal regeerakkoord? Ik begrijp dat niet alle details al gekend zijn, maar van dat akkoord op de Vlaamse overheid in het bijzonder in 2015, want dat is de begroting die er het snelste aankomt. En ik denk daarbij aan maatregelen zoals de indexsprong of de lastenverlagingen in de personenbelasting. Mevrouw Turtelboom. Ja, dank u wel. Er zal inderdaad een impact zijn van het federale regeerakkoord op de begroting in Vlaanderen. We hebben directe effecten en we hebben indirecte effecten. Twee directe effecten zijn de effecten die u opgesomd heeft, namelijk de indexsprong die normaal gezien in 2015 zou zijn, die ingeschreven is op dit ogenblik gewoon een provisie voor een mogelijke indexsprong, omdat wij op een zeer behoudsgezinde manier onze begroting maken ter waarde van 200 miljoen. Dus dat zou dan een positief effect kunnen zijn. Anderzijds heb je natuurlijk hervormingen in de personenbelasting die ook geld zullen kosten aan de Vlaamse begroting. Dat zijn de twee grootste directe effecten vanuit het federale regeerakkoord. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal indirecte effecten. Bijvoorbeeld, de financiën van de gemeente zullen ook door de indexsprong zullen zij iets meer budgettaire ruimte krijgen. En als je weet dat we naar Europa moeten rapporteren vanuit entiteit 2, zowel de gewesten, de gemeenschappen als de gemeente, geeft het daar ademruimte. Er zijn ook kleinere zaken die een effect kunnen hebben, bijvoorbeeld de accijnzen
op brandstoffen die ook de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid kunnen vergroten. Dus ik denk, als ik kijk naar de begrotingscontrole en met de cijfers die we vandaag hebben, want ook het federale regeerakkoord wachten we nog op een aantal laatste verfijningen, zal het effect voor de begrotingscontrole eerder positief zijn. Als je het bekijkt over een periode in een legislatuur van 5 jaar, zal het niet noodzakelijkerwijs op elk moment effectief positief zijn. Dus het is nog een beetje wachten om de echte details te hebben, maar de indexsprong werd positief. De belastingen zal een negatief effect hebben. In een eerste jaar voor 2015 is het positieve effect groter dan het negatieve effect. Tegen het einde van de legislatuur zou dit wel eens een totaal andere verhouding kunnen hebben. Meneer Van Rompuy. Ik begrijp dat de minister in essentie nog wacht op de verdere details en de federale wetten die het zullen uitmaken. Nu, voorzichtigheid is de eerste kwaliteit van een minister van Begroting, dus op dat vlak natuurlijk geen enkele kritiek, ik zou niet durven. Maar ik denk dat het interessant zal zijn de komende maanden om te kijken waar, in welke departementen dat die inspanningen of die impact zich zal realiseren. En dan kunnen we het debat over wat kunnen we met die middelen die mogelijk vrijkomen op de korte termijn, maar volgens u inschatting op de lange termijn toch niet meer zo significant zouden zijn wat we daarmee zouden kunnen doen. Goed, dankjewel. Wie wens aan te sluiten? Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. We weten natuurlijk al langer dat die verschillende begrotingen wel degelijk een effect hebben op elkaar, maar ik denk dat het een zeer goede vraag is om te weten wat dat de definitieve uitkomst is voor de Vlaamse begroting. Nu, ik zou voorstellen, we hebben nog niet alle cijfers, we hebben nog niet alle gegevens, en we dan wel in het kader van de begrotingsbesprekingen daar een overzicht van krijgen. Maar daarbij aansluitend, er zullen ook effecten zijn voor de lokale besturen. En misschien is dat ook wel interessant, ik neem aan dat u dat ook hier niet zomaar kan uit het hoofd zeggen, maar dat we ook dat punt meenemen naar de besprekingen en de begroting, dat we dat ergens toch aanraken om te kijken wat dat de effecten zullen zijn voor de lokale besturen waar wij de voogdijoverheid van zijn. Dus ik denk dat ook een interessant punt is om mee te nemen naar de bespreking. Meneer Solbers. Ja, in dezelfde geest, mevrouw de minister. Op dit moment worden inderdaad ook de lokale begrotingen gemaakt met uw meerjarenplanning. En er zijn inderdaad belangrijke maatregelen die effecten resorteren. Ik heb dat voor mijn eigen stad berekend. Verlaging van de RSZ, 1,2 miljoen euro, indexsprong 1 miljoen euro. Alleen voor de stad sensu stricto. Steden en gemeenten zitten daarmee vragen. Ze hebben ook moeilijkheden om hun budgetten mooi rond te krijgen. Dus het zou ook heel belangrijk zijn dat daar misschien een overleg komt met de federale overheid om zo snel mogelijk naar onze lokale besturen duidelijkheid te creëren over wat is de impact en in hoeverre kunnen we daar rekening mee houden bij de opmaak van onze meerjarenplanningen. We gaan dat voor u doen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Maar een beetje aansluitend, dus mevrouw Turtelboom bevestigt hier dat er een positief effect is voor 2015 en waarschijnlijk ook de volgende jaren. Dus dat betekent ook dat de meerderheid wel een keuze heeft, want dat is nog niet ingecalculeerd bij de begrotingsopmaak. En dat de verantwoording die nu steeds gebruikt geweest is voor jullie begroting om te zeggen van we hebben geen andere keuze, dat die verantwoording voor dit deel dus niet meer geldt. We hebben wel een keuzemogelijkheid en ik neem dan ook de uitdaging aan van meneer Diependalen om daarover te spreken bij de begrotingsbesprekingen. Want we kunnen gebruik maken van die positief effect, zoals het dan genoemd is, om keuzes te maken, bijvoorbeeld vooropgestelde besparingen in onderwijs in vraag te stellen en zo het ontslag te vermijden van bijvoorbeeld 1500 leerkrachten, zoals het cijfer genoemd is. Dat zijn keuzes die kunnen gemaakt worden en die we dan ook positief kunnen bediscussiëren bij de begrotingsbesprekingen. En ik hoop dat het aan het mantra van wij hebben geen keuze vervalt. Dank u, voorzitter. Ja, collega's, het voordeel van regeringen die zowel op het Vlaams als op het federale niveau uit dezelfde partijen bestaan, is dat je een optelsom kan maken van de factuur die uiteindelijk door die partijen naar de gezinnen wordt doorgeschoven. En als je dan bij de Vlaamse maatregelen minder kindergeld, duurder onderwijs, ook nog eens de federaal besliste indexsprong en de verhoging van accijnzen op brandstof telt, ja, dan wordt die factuur wel zeer duur. En dan stelt u ook de verkeerde vraag, meneer Van Rompuy. De vraag is niet wat de impact is van het federale regeerakkoord op de Vlaamse begroting. De vraag is wat de impact is van beide regeerakkoorden op de portefeuille van de Vlaming.
En die is, als je alles in rekening brengt, wel zeer negatief. Mevrouw Turtelboom. Wel, ik denk dat het een bijzonder goede suggestie is van de collega's om tijdens de begrotingsbesprekingen het in detail te berekenen. Ik kan het cijfer geven van 200 miljoen, omdat dit in de begroting voorzien was voor als er wel een indexsprong zou zijn. Dus daar neem ik gewoon dat bedrag, want dat staat in de begroting. Alle andere zaken hebben wij berekeningen, maar wachten we ook nog op de definitieve beslissingen van federaal en ook de timing waarin dat ze de beslissingen uitvoeren. Want wordt een bepaalde beslissing vanuit federaal genomen in het begin van het jaar of op het einde van het jaar of pas 2016, heeft natuurlijk een groot effect. En daarom dat ik duidelijk zeg, bij de eerste begrotingscontrole zal het effect eerder positief zijn, los uiteraard van de impact van de economische groei. Naar het einde van de legislatuur zou het wel eens kunnen zijn dat het negatief wordt en dat het eerder Vlaanderen kost als begroting, maar dat is eigenlijk gewoon nu nog te snel om daarop vooruit te lopen. Meneer Van Rompuy, slotopmerking. Ja, ondanks het feit dat ik blijkbaar de verkeerde vragen stel, maak ik toch gewoon de vaststelling dat als de economie zou standhouden, dat er toch een zekere ruimte zou komen op de korte termijn en dat we een heel interessant debat gaan hebben in de commissie over hoe dat we die al dan niet zouden kunnen aanwenden. En ik hoop dat de federale wetten in ieder geval snel genoeg daar zullen zijn om duidelijkheid te hebben over wat er exact zal gebeuren en wat er niet zal gebeuren. Ik dank u. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Piet de Bruin tot mevrouw Lisbeth Homans, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over de automatische rechtse toekenning in het armoedebeleid en een vraag van collega Kurt Deloor over de aanpak van de onderbescherming in de strijd tegen armoede. Meneer de Bruin. Dank u wel, meneer voorzitter, mevrouw de minister, collega's. 17 oktober is traditioneel de Werelddag Verzet tegen Armoede. En ik denk dat het terecht is dat we ook in dit Vlaams parlement daarbij stilstaan. Want het mag dan wel zijn dat wij als Vlaanderen in Europees perspectief en een wereldperspectief geen slechte beurt maken. Zelfgenoegzaamheid is allerminst aangewezen. Met 10% Vlamingen die onder de armoededrempel leven, kunnen wij niet anders dan blijven ons inspannen en blijven zoeken naar de best mogelijke manier om ook dat percentage nog verder omlaag te krijgen. Mevrouw de minister, u heeft het verwijt gekregen, of de regering heeft het verwijt gekregen, van armoede niet langer een prioriteit te maken. U heeft daar ook al geprobeerd om dat te weerleggen. Dat sommige collega's wat hardhoors zijn, laat ik voor hun rekening. Maar ik ga er in elk geval uit dat we ook tijdens de beleidsnota nog ruimte zullen krijgen om ten gronde dit debat uit te discussiëren. Eén punt wil ik u vandaag toch al vragen. Er wordt vaak op gewezen dat onze sociale voorziening en alle rechten die het met zich meebrengt nogal ondoorgrondelijk zijn. Vandaar dat met nadruk en met klem wordt gevraagd om de automatische rechtentoekenning voor zover mogelijk prioritair mee te nemen in uw beleid. Graag een eerste indicatie of u daar inderdaad de volgende maanden en jaren werk van wil maken. Meneer Deloor. Ja, dank u wel, voorzitter, collega's, mevrouw de minister. Deze regering heeft wel duidelijk ambitie. Ambitie om het armoederisico te verhogen en om de kloof tussen arm en rijk te vergroten, zodanig dat de armen armer worden en dat de rijken rijker worden. En het is inderdaad, zoals collega De Bruin zegt, het is inderdaad overmorgen op 17 oktober de Werelddag als verzet tegen armoede. En het is ook traditioneel dat in het kader van die Werelddag dat er verschillende armoedeorganisaties een oproep lanceren om die sociale rechten sterker te maken en ook toegankelijker te maken. Maar als ik dan het regeerakkoord zie, die een passage wijdt aan armoedebestrijding, dan is dat net geteld 1 A4'tje rijk of arm. Wat moet ik zetten? Dus het is duidelijk geen prioriteit. Zelfs in de septemberverklaring blonk armoede uit in afwezigheid. Het wordt dan ook heel, heel sumier behandeld. En integendeel, als we de andere hoofdstukken bekijken in het regeerakkoord, dan zijn alle maatregelen betekenen een achteruitgang voor de mensen. Ik heb het dan over de stijgende facturen voor water, voor elektriciteit, voor de schoolkosten, voor kinderopvang. En zo kan het nog wel een tijdje doorgaan. Vandaar dan ook mijn vraag, mevrouw de minister. Hoe zal u als coördinerend minister de armoede in Vlaanderen bestrijden? Mevrouw Holmans.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat we een beetje vooruitlopen op het debat morgen in de commissie, maar mij niet gelaten. Ik wil hier heel uitgebreid op antwoorden. Tijdens de septemberverklaring heeft de minister-president denk ik ook heel duidelijk gezegd dat armoedebestrijding, net zoals in de vorige legislaturen, een horizontale verantwoordelijkheid is. Wil ik daarmee gezegd hebben dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid ontloop? Nee. Vind ik onderbescherming belangrijk? Ja. En natuurlijk heb ik in mijn beleidsnota die dat we binnenkort heel uitgebreid en wat mij betreft elke dag, hè, voor alle duidelijkheid, elke dag mag besproken worden in de commissie, zullen we daar dieper op ingaan. Wij streven nu naar een zeer duidelijke, automatische toekenning van de rechten. En ik wil hier niet alle pluimen op mijn hoed steken, want ik weet dat mijn voorganger in deze, en dan heb ik het niet over collega Lieten, maar wel over collega Van den Bossen, heel veel moeite heeft gedaan voor de automatische toekenning van de huurpremie. Waarvoor dank, dus dat is mijn verdienste niet alleen. Maar dat is een concreet voorbeeld waar we de automatische toekenning van rechten kunnen doen. Daarnaast denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om de lokale besturen, en u, meneer De Loor, u bent natuurlijk ook voorzitter van het OCW van Zottegem, als ik me niet vergis. Of niet meer? Ah, voilà, ik vergis me niet. Ik heb ook het absolute genoegen gehad om eventjes voorzitter te zijn van het OCMW van de stad van Antwerpen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ook daar, dat lokale besturen ook daar hun verantwoordelijkheid nemen. Wij geven hun voldoende middelen en tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is dat naast de Vlaamse regering die pleit voor de automatische toekenning van de rechten, tegelijkertijd ook overstappen naar een systeem van het proactief informeren van de rechten naar de mensen toe waar de allerzwaksten in onze samenleving die er recht op hebben. En ik wil toch wel afsluiten, meneer De Loor. Deze regering, deze federale regering ook, waar momenteel een debat over aan de gang is in het parlement aan de overkant. Wij zijn er met de regering, deze federale regering, in geslaagd om het leefloon eindelijk op te trekken tot de armoedegrens. Iets waar u en uw partij nooit in geslaagd is. Meneer De Bruin. Dank u wel. Ik kan inderdaad niet anders dan vaststellen dat wel bespraaktheid en de bevlogenheid van de collega hier omgekeerd evenredig is met de aandacht die bij de bespreking van de regeerverklaring vanuit de SPA-fractie naar het thema armoede is gegaan. Waar ik zeer tevreden over ben, dat is dat de minister ook de fair play heeft om te zeggen van ik steek niet alle pluimen wat automatische rechtentoekenning die in het verschiet ligt op mijn hoed. Ik deel met plezier en met genoegen die pluim met collega's die mij daarin zijn voorgegaan. Ik denk dat dat een juiste benadering is en de proactieve benadering van het mensen zoveel mogelijk informeren over rechten die, waarop zij aanspraak kunnen maken, kunnen we alleen maar toejuichen. Maar zoals gezegd, ten gronde en uitvoerig en met argumenten en hopelijk niet met te veel goedkope sentimenten zullen wij het debat ten gronde voeren tijdens de bespreking van de beleidsnota. Meneer De Loor. Mevrouw de minister, uw antwoord blinkt uit in warrigheid, in algemeenheid en gebrek aan concrete zaken. Mevrouw de minister, de facturen die worden doorgeschoven uit deze Vlaamse regering naar de Vlaamse gezinnen. Wel, weet dat die facturen heel hard aankomen. En die komen nog veel harder aan bij gezinnen met een laag inkomen. En weet u, mevrouw de minister, en u zou het moeten weten, want u bent OCMW-voorzitter geweest, weet u waar die gezinnen met een laag inkomen terechtkomen als ze hun facturen niet meer kunnen betalen? Juist, in het OCMW. En laat dat nu net een organisatie zijn die u in uw Vlaams regeerakkoord wil inkantelen in de gemeente, vleugellam maken en u zegt we zullen middelen ter beschikking stellen. Ik kijk er naar uit, maar ik geloof er niet in. Wel, mevrouw de minister, ik stel dan ook een bijkomende vraag. Hoe gaat u dat doen? In feite zouden die OCMW's een partner moeten zijn. Maar nee, u gaat ze mond doodmaken en vleugellam maken. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Fransen. Dank u, meneer de voorzitter. Ik sluit mij graag aan bij de vragen van de voorgangers. En mevrouw de minister, u weet dat wij ook altijd vanuit onze fractie grote voorstander geweest zijn en nog altijd van automatische toekenning van rechten, van proactief handelen om onderbescherming tegen te gaan. En ik wil natuurlijk het debat niet vooruitlopen. Ik denk dat we in alle sereniteit dat debat moeten voeren. Armoedebestrijding is een zaak van ons allemaal.
En dat spelen we niet uit door wel eens niet te spelen, maar te kijken naar constructieve oplossingen samen, hè, met alle stakeholders. Maar mijn vraag is vooral wat de rol van lokale besturen betreft. Ik deel uw mening daarin. Maar hoe of met welke hefbomen zult u ervoor zorgen dat de middelen die voor armoedebestrijding voorzien waren, subsidies en dergelijke meer, die nu niet geoormerkt in het gemeentefonds eventueel zullen terechtkomen, hoe zult u daarvoor zorgen dat die middelen toch nog altijd effectief zullen ingezet worden voor het lokale armoedebestrijdingsbeleid? Mevrouw Van Volsem. Dank u wel, mevrouw de minister. Ook voor onze fractie is natuurlijk de armoedebestrijding, in zonderheid kinderarmoede, generatiearmoede en ook ongeletterdheid van zeer groot belang. En het is een goede zaak dat dat ook in het reageerakkoord staat, dat u dat wil oplossen met structurele initiatieven. Wij zijn er geen voorstander van dat de helft van uw budget, zoals vroeger, gaat naar personeelsleden. Maar we willen wel dat er echt iets verandert. Waarom? Omdat wij als liberalen menen dat het de mooiste zaak is vanuit de politiek wanneer je één arme vanuit je sociale mobiliteit kan creëren, zodanig dat als het ware iemand die arm is toch gelijke kansen krijgt. Ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat wij daar vooral op inzetten. Sociale mobiliteit, mevrouw de minister, niet het recept van de SPA, waarbij dat je zegt, kijk, u krijgt een sociale woning levenslang en een uitkering levenslang. Ik denk dat wij mensen moeten graag zien en een mooie toekomst geven, en die mooie toekomst maakt dat je de sociale ladder kan positief betreden. Mevrouw Van der Brand. Aansluitend, we zijn het erover eens, armoede is een onrecht en we kunnen dan drie dingen gaan doen. We kunnen geen maatregelen treffen. We kunnen steunmaatregelen treffen, maar dat een beetje stiekem doen, niet te veel moeite doen dat mensen het ontdekken. Of we kunnen steunmaatregelen geven en zorgen dat mensen ze vinden. En misschien één concreet voorbeeld, de studietoelage. Dan kom je echt bij kinderarmoede. Mensen die eenmaal een studietoelage hebben aangevraagd, die hebben een automatische toekenning de jaren erna. Maar nieuwe mensen, die worden daar niet voor betrokken. Dus we moeten steeds op zoek gaan naar wie heeft hier recht op bepaalde maatregelen. En hoe kunnen we die mensen beter bereiken, de mensen toeleiden naar de rechten waar ze, naar de maatregelen waar ze recht op hebben. Dat moet meer zijn dan ambitie, mevrouw Homans. Ik verwacht, u geeft zelf aan, we gaan hierover praten met de beleidsbrief. Ik verwacht van u dan een heel concreet plan hoe u gaat zorgen dat op korte termijn alle rechten automatisch toegekend worden. Niet enkel binnen uw bevoegdheden, maar binnen de bevoegdheden van al uw collega's. U bent coördinerend, u bent bevoegd voor het horizontale beleid. U zegt het zelf, het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat al uw collega's hierin meestappen. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, onze fractie heeft in de voorbije legislaturen bij monden van Marijke Dille vooral vaker een pleidooi gehouden voor vereenvoudiging in het armoedebeleid. Omdat die vereenvoudiging net belangrijk is voor de zwaksten in onze samenleving die vaak niet automatisch de weg naar die sociale rechten vinden. En er is in dat verband ook door de vorige regering op 25 januari van 2013 een conceptnota rond de automatische toekenning van rechten goedgekeurd door de Vlaamse regering. Mijn vraag aan u is dan, ja, wat is het statuut van die conceptnota? Wat is de stand van zaken daarvan? Wordt die nog uitgevoerd? Mevrouw Homans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik denk dat sommige collega's hier ook hebben aangehaald dat het natuurlijk in het kader van de beleidsnota, niet het minst collega De Bruin, dat alles nog zeer uitgebreid, en ik herhaal nogmaals mijn oproep, ik wil hier elke dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, deze beleidsnota komen bespreken. Maakt mij helemaal niet uit, zelfs in het weekend. Maar laten we niet vooruitlopen op de zaak. We hebben een aantal concrete maatregelen genomen. En nogmaals, ik herhaal, ik wil niet alle pluimen op mijn eigen hoed steken. Ik heb daarnet ook collega Van den Bossen genoemd. Mevrouw Van den Brand heeft dan het voorbeeld aangehaald, omdat ik het eigenlijk niet een beetje koosje vond. Ik dacht, ik ga een voorbeeld aanhalen van automatische toekenning van rechten dat tot mijn eigen bevoegdheidspakket behoort. Dus ik dacht, van laten we in wonen zoeken, was niet moeilijk. Want mevrouw Van den Bossen heeft inderdaad in het verleden echt wel moeite gedaan. U hebt nu het voorbeeld aangehaald van de studietoelage, maar dat is net hetzelfde voorbeeld. Uiteraard gaan we ervoor streven dat de studietoelage aan mensen, kwetsbare gezinnen, automatisch worden toegekend. Dus ik ben er absoluut mee eens met hetgeen dat u gezegd heeft. Het is natuurlijk wel zo, en ik blijf dat wel herhalen, ontloop ik mijn verantwoordelijkheid? Wil ik mijn verantwoordelijkheid ontlopen? Nee. Maar armoedebestrijding is wel een horizontale bevoegdheid. En ik geloof absoluut in mijn collega's in deze Vlaamse regering
dat zij er alles aan zullen doen om dit tegen te gaan. We hebben ook zoiets als een armoedetoets ingevoerd. Dat wilt wel iets betekenen natuurlijk, hè? Dat iedere minister die een bepaalde maatregel neemt, dat hij of zij ook zal kunnen afgerekend worden als die maatregel niet voldoet aan de armoedetoets. Ik vind dat redelijk belangrijk. Mevrouw Frans, u heeft mij eigenlijk een concrete vraag gesteld, als ik mij niet vergis, over de sectorale subsidies kinderarmoede, hè, wat mijn concrete bevoegdheden dan betreft. Ik heb er vorige week in de commissie Binnenlandse Bestuur redelijk uitgebreid op geantwoord. Het stond iedere minister vrij om zelf te kiezen waar dat je al dan niet besparingen wilde doen. En ik heb toen ook heel uitgebreid geantwoord. De twee sectorale subsidies die bij mij zitten, dus mijn eigen bevoegdheid, zijn integratie enerzijds en kinderarmoede anderzijds. En dat ik daar niet op bespaar. Nu stelt u mij de vraag van, ja, gaan we dan nog duidelijkheid krijgen in de toekomst dat die subsidies die wij geven aan de lokale overheden echt wel gaan besteed worden aan die zaken die wij willen? Ja, dat is natuurlijk een moeilijk debat. Waarom willen wij die subsidies integreren in het gemeentefonds? Net om de planlast voor de lokale besturen te verminderen. Dus als wij nu zeggen van, we gaan ze oormerken, dan creëer je opnieuw een situatie van planlast. Ik ben voor mijn beleidsdomeinen, dus wat kinderarmoede en integratie betreft, van plan om heel duidelijk vanaf de integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds, en dat zal vanaf 1 januari 2016 zijn, heel duidelijk van plan om aan de lokale besturen te laten weten, dit zijn de middelen die jullie in het verleden hebben gekregen voor het bestrijden van de kinderarmoede, voor het bevorderen van de integratie. Maar verder kan ik natuurlijk niet gaan, maar ik wil dat wel laten weten, zodanig dat de lokale bestuur, en ik geloof ook in het lokale bestuur als overheid, ik geloof ook dat het lokale bestuur dezelfde verantwoordelijkheid wil nemen om zaken die we toch allemaal wel delen met elkaar, daar prioriteit aan te geven. En meneer De Loor, eigenlijk, het moet mij nog van het hart, u bent na mijn opmerking over het feit dat het leefloon eindelijk, na zoveel jaar van SPA, deelname aan de federale regering zal verhoogd worden. De komende legislatuur hebt u geen enkel antwoord kunnen geven op mijn repliek. Het enige waar u mee afkomt is hoe zal de integratie van het OCMW al dan niet in het stedelijk bestuur verlopen. En wel, ik stel voor dat u mij die vraag stelt in de commissie. Ik stel u voor, meneer De Loor, het rijmt nog, hè, misschien kan u ermee lachen, dat u mij die vraag stelt in de commissie en we zullen er een zeer uitgebreid debat aan voeren. Maar ik vind het zeer pijnlijk, dat we na zoveel decennia bestuur, zowel hier op Vlaams niveau als op federaal niveau, dat u uitgerekend, u, iemand van uw partij, mij deze vraag durft stellen. Meneer De Bruin. Heel kort nog, meneer de voorzitter. Ik wil heel graag ingaan op de uitnodiging van de minister om ten gronde dag en nacht in commissie. Dag en nacht ben ik iets minder enthousiast, maar ik wil erover nadenken. Nee, even ernstig, ik denk dat wij het debat ten gronde zullen aangaan. Er zijn bijkomende elementen aangekaart die zeer belangrijk zijn in het debat over armoedebestrijding. En ik doe een oproep, collega's, en ik doe die heel oprecht en naar iedereen om met argumenten, om met een visie, om met een uitgewerkt en een open geest naar het debat in de commissie te komen, zodanig dat er effectief gewerkt kan worden aan het terugdringen van die armoede. Want dat is de opdracht waar wij samen voor staan. Meneer De Loor, slotopmerking. Mevrouw de minister, uw antwoord is lucht. Want het zijn de armoedeorganisaties die inderdaad vrezen dat deze Vlaamse regering en de federale regering nog meer mensen in de armoede zal duwen. En het armoederisico, ook in Vlaanderen, zal verder stijgen. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook academici en dat zeggen de armoedeorganisaties. Die zeggen inderdaad, nu is 10%, wel, het zal ongetwijfeld stijgen. Voor gezinnen, voor senioren en ook voor alleenstaanden. Mevrouw de minister, als coördinerend minister voor armoedebestrijding, mag overmorgen, 17 oktober, niet enkel de werelddag zijn van verzet tegen armoede. Voor u moet het verdomme elke dag een dag zijn van verzet tegen armoede.
De volgende actuele vraag is van mevrouw Ingrid Lieten tot mevrouw Hilde Krevits, maar mevrouw Holman zal antwoorden. En die gaat over het saneringsproject provincies wat het onderdeel provinciale onderwijsinstellingen en culturele instellingen betreft. En een actuele vraag van collega Jo de Roo over de beslissing van het provinciaal onderwijs niet als persoonsgebonden materie te beschouwen. Mevrouw Lieten. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, vraag voor informatie. De regering heeft in haar regeerakkoord geschreven dat ze de provincies wil afbouwen. De persoonsgebonden bevoegdheden moeten weg. Het provinciefonds heeft u ook al op nul gezet. En er staat ook in het regeerakkoord dat de provincies geen opcentimen meer mogen heffen op de belastingen. Dat de Vlaamse regering dat in haar plaats gaat doen en dan een dotatie gaat geven. Nu is ondertussen vooruitgang geboekt en is er overlegd met verschillende ministers, met de gedeputeerden. En ik heb horen waaien dat het overleg in verband met onderwijs al een vast één positief punt heeft opgeleverd. En ik hoop dat u mij dat kan bevestigen. Namelijk dat de provinciebesturen de inrichtende macht mogen blijven voor het provinciaal onderwijs. En dus ook verder hun gebouwen en infrastructuur verder mogen beheren. En dus is de vraag, kunt u dat bevestigen? Ten tweede, er zijn natuurlijk ook andere instellingen die waar misschien dit tot inspiratie zou kunnen dienen. En ik verwijs bijvoorbeeld naar de culturele instellingen. En ik zal u niet verbazen dat ik over mijn mooie provincie Limburg een paar voorbeelden kan aangeven. Culturele instellingen die daar door de provincie worden beheerd zijn bijvoorbeeld het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren, Domlof in Neerpelt, het Provinciale Bibliotheek in Hasselt, Kunstencentrum Z33. En dus nu is mijn vraag, kan de actie van minister Krevits om toch de provincies toe te laten inrichtende macht te blijven, kan dat ook tot inspiratie dienen voor minister Gats? En gaat u minister Gats daarin ondersteunen en op die weg helpen? En daaraan gekoppeld is dan de vraag, kijk, als de provincies bepaalde instellingen toch verder beheren, gaat u daar ook in rekening houden in bepalen van de dotaties die de provincies gaan krijgen? Meneer de Roo. We hebben één vraag te antwoorden. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's. De passages in het regeerakkoord over de provincies, het afslanken van de provincies, het toelaten van de twee steden boven de 200.000 inwoners om zelfs alle taken van de provincie, mochten zij willen, op te nemen, heeft in ieder geval misschien niet de man in de straat, maar toch heel veel mensen die met de provincies en de provinciale instellingen begaan zijn, beroerd de afgelopen maanden. Ik moet zeggen, het was een passage die op dat vlak inderdaad wel zijn effect heeft niet gemist. Nu lezen we, ik heb het niet horen waaien, mevrouw Lieten of collega Lieten, ik heb het gelezen vandaag, dat er effectief wel een beetje witte rook is in die zin dat ik lees dat in overleg tussen de Vlaamse regering en gedeputeerden of tussen vakbonden en de Vlaamse regering, er effectief zou gezegd zijn dat de taken van de provincie in ieder geval als inrichtende macht in het onderwijs, maar ook, als ik goed gelezen heb, de taken op het vlak van flankerend onderwijsbeleid, dat die provinciaal zouden blijven, dat die niet langer zouden beschouwd worden als persoonsgebonden materie. Nu, ik ben geen grondwetsspecialist of wettelijk specialist, maar puur taalkundig heb ik altijd onderwijs wel redelijk persoonsgebonden en weinig grondgebonden gevonden. Vandaar wel de vraag van, wat zijn de beweegredenen om die stap te zetten en wat houdt dat precies in? Omdat daar toch wel de nodige onduidelijkheid over blijft op het veld en we spreken hier toch over heel wat leerlingen, heel wat ouders, heel wat leerkrachten, die denk ik ook wel rekenen op een duidelijk antwoord in zaken deze materie. Mevrouw Holmans. Dank u, voorzitter. Ik ben u eigenlijk alle twee dankbaar voor deze vragen, omdat er natuurlijk de afgelopen weken wel elke dag minstens één artikel, al dan in een welbepaalde krant, gelinkt aan een welbepaalde provincie, is verschenen. En we hebben nu de afgelopen vrijdag, het regeerakkoord is zeer duidelijk, hè, wat de provincies betreft. We hebben de afgelopen vrijdag met de regering ook een tijdspad uitgetekend wat we willen doen in welke termijn. Het is zeer duidelijk dat de persoonsgebonden bevoegdheden niet meer zullen kunnen uitgevoerd worden door de provincie. Die worden ofwel overgeheveld naar een gemeente of een stad, ofwel een cluster van gemeenten of een cluster van steden, ofwel naar de Vlaamse overheid. De grondgebonden bevoegdheden vinden wij nog wel een verantwoordelijkheid en een bevoegdheid van de provincie. Er is inderdaad een uitzondering voorzien, meneer de Roo, maar ik denk dat het ons technisch te ver zou brengen om nu erop in te gaan voor de steden Antwerpen en Gent. Wat onderwijs, want dat is eigenlijk uw heel specifieke vraag en mevrouw Lieten heeft nog een aantal andere vragen gesteld. Waarom voorzien wij in uw ogen een uitzondering op de bevoegdheid onderwijs?
Omdat er natuurlijk ook wel zoiets is als een grondwet. En daar staat een zeer belangrijk artikel is in. Ja, ik zie collega Van Dijk lachen, maar het is wel zo. In de grondwet staat natuurlijk wel een heel belangrijk artikel dat er vrijheid is van onderwijs. Ik kan u bij deze ook zeggen dat toen dat wij hebben bekeken welke bevoegdheden wij kunnen overheven naar een ander niveau, dat wij ook direct hebben gemerkt dat onderwijs niet in artikel 4, nog in artikel 5 van de bijzondere wet van de hervorming van de instellingen was opgenomen. Dus als de grondwet bepaalt dat onderwijs vrij is, dan denk ik dat wij met deze, dan weet ik dat wij met deze Vlaamse regering ook niet allerlei juridische risico's willen nemen om dat te doen. Dus nu hebben wij heel duidelijk beslist van persoonsgebonden materies gaan over ofwel naar steden en gemeenten of een cluster van beide, ofwel naar het Vlaams niveau. Grondgebonden materies blijven bij de provincies, maar voor alle duidelijkheid, het flankerend onderwijsbeleid niet. Dat blijft niet bij de provincies, want dat gaat natuurlijk heel breed. Bijvoorbeeld, ik kan mij voorstellen een of andere vaccinatiecampagne die in een school, en ik kijk nu naar u willekeurig, mevrouw Lieten, maar in Limburg, in een of andere school, een vaccinatiecampagne, ja, dat is welzijn. Dat is uitgesproken een persoonsgebonden bevoegdheid. Dat is geen flankerend onderwijsbeleid. Dus wij hebben met deze regering heel duidelijk gekozen wat we willen doen. Ik doe dat ook voor alle duidelijkheid in overleg met de Vereniging van de Vlaamse Provincies. Ik vind dat zeer belangrijk. Ik zie die mensen heel regelmatig. Ik weet ook dat anderen hier, wellicht ook alle collega's hier in het parlement, ook aangesproken worden door provincieraadsleden, gedeputeerden en dergelijke meer, om te kijken wat is nu de duidelijkheid die u ons kan geven. Nu, ik ben heel duidelijk. De persoonsgebonden bevoegdheden zullen afgenomen worden van de provincies. De grondgebonden bevoegdheden zullen bij de provincies blijven, afgezien de uitzonderingen voor de steden Antwerpen en Gent. En natuurlijk ook, en dat vind ik wel heel belangrijk, want de laatste tijd in de media, en ik betreur dat ook wel, wordt er een beetje paniek gezaaid. Het is alsof wij met de Vlaamse overheid de verantwoordelijkheid willen nemen door die bevoegdheden over te dragen ofwel naar het lokaal niveau, ofwel een cluster van het lokaal niveau, ofwel naar het Vlaams niveau, dat wij zoveel x-aantal mensen op straat willen zetten. Nee, als wij zeggen wij willen de bevoegdheden overdragen en wij willen er op een zeer zorgvuldige manier mee omgaan, impliceert dat niet alleen de overdracht van de bevoegdheden, maar ook de overdracht van de financiële middelen en de overdracht van het personeel. Ik denk dat dat redelijk duidelijk is en ik wil dit voor eens en voor altijd heel duidelijk hier gezegd hebben, er zullen geen ontslagen vallen, er zullen geen mensenlevens, want het moet mij van het hart. Als ik vorige week in een krant, ik weet niet meer welke juist, een artikel lees dat er mensenlevens op het spel staan omdat de Sea King aan de kust niet meer kan uitvliegen omwille van het feit de hervorming van de provincies. Sorry, maar dat is dus compleet ontoelaatbare berichtgevingen. Dat is dus niet waar. Af, minister. Ik zal afronden en dan nog antwoorden op de concrete vraag van mevrouw Lieten. Nee, u hebt mij gevraagd de culturele instellingen. Nee, dat zijn in de ogen van deze Vlaamse regering strikt persoonsgebonden bevoegdheden en die zullen niet bij de provincie blijven. Goed. Mevrouw Lieten. Ja. Dank u wel, voorzitter. Naar de uitleg van de minister zijn een paar vragen duidelijk beantwoord. Dat werpt natuurlijk weer andere vragen op. Als de onderwijsgebonden bevoegdheden en het flankerend onderwijsbeleid niet meer bij de provincie mag blijven, mevrouw de minister, dan vraag ik u meteen opnieuw in mijn geliefde provincie Limburg, heeft het provinciebestuur een rol het fonds waarmee studentenleningen aan de studenten gegeven worden om zoveel mogelijk mensen te overtuigen hogere studies aan te vatten. Ik hoop dan dat u dat rollenfonds ook overneemt, dat u zorgt voor de continuïteit van de dienstverlening hiervan. En hetzelfde is dan voor de culturele instellingen. Als u even mag zeggen, die culturele instellingen, die, daar betaalt de provincie op dit moment 18 miljoen euro voor. Daar werken 200 mensen. Dus ik ben dan gerust als u zegt dat de Vlaamse regering die mensen gaat overnemen, het beheer van die instellingen gaat overnemen en ook de continuïteit van de uitvoering van die dienstverlening gaat garanderen. En dat hoor ik dan u graag met volmondig ja beantwoorden. Meneer De Roo. Dank u, mevrouw de minister, voor de duidelijkheid. Er is één stukje waar ik toch nog enigszins onduidelijkheid merk, en dat is over het flankerend onderwijsbeleid. Daar heeft u duidelijk daar juist gezegd, het is persoonsgebonden materie, hè, omdat vandaag we iets anders lezen. Hè. De gedeputeerde uit de provincie Antwerpen zegt, ja, dat mag ook bij ons blijven. Maar daar hoor ik u zeggen, dat blijft niet
met de provincies. Dat is goed, oké, dan weten we dat tenminste als duidelijke stellingname. Nog één bijkomende vraag. Ja, je hebt de grondwet, die zegt heel duidelijk, iedereen die onderwijs mag inrichten, mag dat doen, ook provincies. Maar mag ik de omgekeerde vraag stellen? Weerhoudt er iets, bijvoorbeeld de steden Antwerpen en Gent, omdat ik van hen weet dat men daar toch wel al wat voorbereidend werk heeft gedaan om te kijken of zij eventueel de instellingen, dus stedelijk, de provinciale instellingen voor onderwijs zouden overnemen, of dat de Vlaamse regering die gesprekken eventueel wilt faciliteren of daar wilt in, bij assisteren om dat tot een goed einde te brengen, mochten die twee steden die expliciet genoemd worden in het regeerakkoord als overnemer van provinciale taken dat zouden willen. Dank u wel. Wens iemand aan te sluiten. U wens aan te sluiten. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister. Het is jammer dat uw collega mevrouw Krevits hier niet is om iets dieper in te gaan op het onderwijs misschien. Ik twijfel er ook niet aan dat het wat overdreven is te stellen dat er doden zullen vallen door de hervorming van de provincies. Dat is op zijn zachtst gezegd wat straf uitgedrukt. Maar dat er al jarenlang onzekerheid is bij het provinciaal onderwijs, dat denk ik dat is een feit. En ik denk dat provinciaal onderwijs een zeer belangrijke speler is in het onderwijsveld. En dat het dus onontbeerlijk is dat er duidelijkheid is, ook over de financiën. Dus daar zit men inderdaad wel al lang op te wachten. Wat wij wel verwondert, ik dacht dat deze hele oefening toch kaderde in een grotere discussie over de herorganisatie van het officieel onderwijs. We hebben de commissie gehad van de vier wijzen die zich gebogen hebben over de organisatie van al het officiële onderwijs. Op 15 september, meneer de voorzitter, stond daar iets van in de pers over een nota die klaar zou zijn geweest. U heeft mij toen geantwoord, ik ga u die bezorgen. Die zat toen blijkbaar bij de kabinetten, maar kon nog niet bekendgemaakt worden. We zijn een maand later, meneer de voorzitter, we hebben die nog altijd niet gehad. En we hebben de discussie nog niet ten gronde kunnen voeren in de commissie onderwijs. Toch worden er al beslissingen genomen die volgens mij ook aan bod kwamen in die visienota. Dus het verwondert mij een beetje, het verwondert mij ook dat men over die zeer geheimzinnige nota, goed, die al circuleert sinds juli, dat er nog altijd geen klaarheid over is. En dat we die nog altijd niet in ons we gaan afsluiten, want u geeft kritiek op de voorzitter en dat hoor ik niet graag. Dus ik kom je straks even uitleggen. Ik zal zien wat er fout gelopen is. Want u weet, als u iets vraagt aan mij, probeer ik het altijd zo vlug mogelijk ter beschikking te stellen. Hè? Maar nu ga ik u iets langer laten absoluut geen kritiek op u, meneer de voorzitter. Nee, eerder ja, op de ontransparantie van de minister. Goed, mevrouw Hoomans. Ja, dank u. Meneer de voorzitter. Zeg ook. Ik heb twee keer de zaal rondgekeken, meneer Van Dijk. En sorry. Maar je bent ook niet zo groot, maar goed, allez. Uw excuses zijn aanvaard, meneer de voorzitter. Nee, mevrouw de minister, ik ben zeer blij met uw antwoord. En ik zou er toch aan willen toevoegen. Ons regeerakkoord is geen 3 maanden oud. We hebben pas de septemberverklaring gehad. We weten dat alle ministers druk bezig zijn met hun beleidsnota's en beleidsbrieven. Maar laat het duidelijk zijn, dit gaat over een bestuurlijke herschikking. En ik denk, mevrouw de minister, dat u in deze ook heel duidelijk was. En ik weet, ik ben er pas ook mee geconfronteerd geweest, dat met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen deze regering nu al bezig is om op het terrein een aantal onduidelijkheden en duidelijkheden te poneren. Dat het gaat om een bestuurlijke herschikking, maar dat valabele initiatieven, valabele dingen overeind blijven. En ik kan alleen maar vragen om op deze constructieve manier verder te werken, zodanig dat er naar de nobele initiatieven, dat daar een continuum is. Goed, mevrouw Hoomans. Ja, dank u, voorzitter. Nu, zolang de provincie als overheid of als bestuursniveau blijft bestaan, en dat is zo, hè, volgens dit regeerakkoord, hebben zij volgens de grondwet nog altijd het recht om onderwijs in te richten. Dus ik kan, u kan veel van mij vragen. Wilt u mij vragen of dat ik een absolute voorstander ben van de grondwet? Dat is misschien een vraag te ver, maar het is wel gewoon de realiteit. Ik kan u gewoon zeggen dat de provincie ze blijft bestaan als bestuursniveau, dat zij nog altijd het recht hebben om onderwijs in te richten. Ik kan u garanderen, meneer De Roo, flankerend onderwijs zal daar niet bij zitten. Voor alle duidelijkheid, dat is ook zo heel duidelijk afgesproken in de Vlaamse regering. En mevrouw Lieten, ik begrijp wel uw bezorgdheid over van wat gaat er nu gebeuren met de middelen en personeel, maar ik heb hier daarnet ook heel duidelijk geantwoord. Wij ontnemen bepaalde verantwoordelijkheid aan een welbepaald bestuursniveau in deze de provincie. Wij
hevelen dat over ofwel naar een lokaal niveau, een gemeente of een cluster van gemeenten of een stad, ofwel naar de Vlaamse overheid. Maar dat gaat gepaard niet alleen met de overheveling van de bevoegdheid, maar ook van de middelen en het personeel. Dus u hoeft echt geen vrees te hebben voor de toekomst van het personeel of van de middelen die daarmee gepaard gaan. Ja, en dat is eigenlijk ook, denk ik, meneer de voorzitter, een antwoord op de bijkomende vraag van mevrouw Meuleman, die ook dezelfde bezorgdheid uitte. En ik wil voor eens en voor altijd, en ik weet dat ik nu voor de vierde of de vijfde keer in herhaling val, maar wij hebben een heel duidelijk traject uitgestippeld in het Vlaams regeerakkoord over de provincies. Wij hebben gezegd, grondgebonden bevoegdheden blijven bij de provincies. Persoonsgebonden provincies gaan ofwel over naar het lokaal niveau, een gemeente, een cluster van gemeenten, of naar een stad, of anderzijds naar de Vlaamse overheid. Wij gaan die bevoegdheden niet verwaarlozen en wij gaan al die bevoegdheden overhevelen met de bijhorende middelen en met het bijhorende personeel. Dus bij deze een oproep aan iedereen in dit parlement, om te stoppen met het zaaien van paniek en te doen alsof deze hervorming mensenlevens op het spel zou zetten. Hè? Want daar is niemand mee gebaat. Niemand. Goed. Voorzitter. Mevrouw de minister, ik steun uw oproep om te stoppen met het zaaien van paniek. Maar u kunt er zelf natuurlijk ook heel veel aan bijdragen door klare wijn te schenken en door duidelijk te maken hoe die... Door duidelijk te maken, mevrouw de minister, hoe die transitie gaat gebeuren. En ik heb u hier twee duidelijke vragen gesteld waarop u nog niet heeft geantwoord, jammer genoeg. U heeft nogthans de kans om nu die paniekzaaierij te voorkomen. Gaat u die provinciale leningen overnemen en gaat u de 5 culturele instellingen vanuit Limburg overnemen? Dat is een klare vraag en u kunt daar dan de paniekzaaierij in vermijden. Meneer de Roo, slotopmerking. Ja. Voorzitter, mevrouw de minister, bedankt voor het duidelijke antwoord, ook over flankerend onderwijsbeleid, want dat is toch echt nog niet duidelijk tot nu toe. Ik moet me wel aansluiten bij een gevoel dat leeft dat rond de samenwerking binnen het officieel onderwijs, dit natuurlijk een klein stukje ervan, ik zou niet zeggen hypothekeert, maar toch wel moeilijker maakt. In die zin dat, mocht het effectief geen grondgebonden materie, maar persoonsgebonden materie zijn, had de discussie wel wat kunnen meer opengaan. En ik denk, ik kijk een beetje naar de collega's die in de commissie onderwijs zitten, ik denk dat we inderdaad in die commissie, meneer de voorzitter, geen tijd kunnen verliezen om dat debat nu te openen in het kader van de beleidsnota. Zullen we dat ongetwijfeld toekomen. Ik bedank u voor de rest voor het antwoord. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Paul van Miert tot de heer Ben Wijs, Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Wijken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van het fileprobleem op de E34, E313 via extra rijstroken. Meneer van Miert. Dank u, voorzitter. Beste collega's, geachte heer minister. Vanmorgen nog in de pers, 168 kilometer file, dagelijks gemiddeld in Vlaanderen. Een groter fileleed, ondanks het feit dat er eigenlijk geen extra voertuigen bijkomen. En in hetzelfde artikel een beetje een trieste en wrange conclusie van alle Westerlingen, is de Vlaming diegene die het meest zijn broek verslijt en stilstaat in die files. Dus ik denk dat ik hiermee een open deur intrap dat de verkeersproblematiek, de mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen een van de topics zal zijn waarin in dit parlement, in dit halfrond, er zal veel over gediscussieerd worden, vele tussenkomsten en vele debatten zullen erover gevoerd worden. En dan waarschijnlijk zeker met de nadruk op het Antwerpse verkeersgebeuren. We hebben in de afgelopen weken al een aantal tussenkomsten en vragen gehad omtrent Oosterweel en ook de quickwins zijn daar al een aantal keren ter sprake gekomen. Een van die quickwins zien wij op deze moment in uitvoering in Wommelgem aan het rondpunt waar de oprijstrook voor de E313 wordt verlengd om een betere doorstroming te voorzien. Die werken zijn op dit moment in volle gang. Maar afgelopen weekend konden wij vanwege het agentschap Wegen en Verkeer ook lezen dat in het teken van het masterplan men van 3 naar 5 rijstroken zou willen gaan op datzelfde tracé Ranst-Wommelgem. Maar er werd ook gesuggereerd dat men best ook al zou aanvangen met het toevoegen van een 4e rijstrook om die betere doorstroming nu al te voorzien. Vandaar mijn vraag aan de minister of hij aan het parlement kan duiden wat de toevoeging van die 4e rijstrook voor verbetering met zich zou kunnen meebrengen en binnen welke tijdspannen die dan eventueel zou kunnen worden uitgevoerd. Minister Weitz. Dank u wel, voorzitter. Wel, collega, voor alle duidelijkheid.
Betreft de problematiek waarbij dat uiteindelijk twee snelwegen samenkomen. Twee keren 2x2 banen die dan samenkomen en vervolgens op 2x3 banen moeten komen. Wat natuurlijk voor een zekere flessenhals zorgt en voor een fileproblematiek. Nu, voor alle duidelijkheid, er is daaromtrent communicatie geweest dit weekend. Eigenlijk is dit de opstart van het openbaar onderzoek met betrekking tot de MER, het Milieueffectrapport, waarin verschillende scenario's zitten. Daar zitten scenario's in van 2x4 of 2x5, naar gelang het geval. U kan dat op de website MER Vlaanderen consulteren. Dus het zijn verschillende scenario's die nog op tafel liggen, dus er worden in de pers specifieke genoemd. Nu, voor alle duidelijkheid, daar is nog geen keuze gemaakt. Dat onderzoek, openbaar onderzoek van de MER, is opgestart en vandaar is ook de communicatie en de persaandacht tot stand gekomen. Waarvan is de een en ander ook afhankelijk eigenlijk van de timing van andere elementen van het masterplan, zijn de bretellen en dus de RLF-BIS en de A102. En de timing hangt een beetje samen. Als de timing kan gelijk lopen, dan zal men gaan naar een oplossing 2x5. Is er vertraging in hoofden van de bretellen, dan zal dat leiden tot een alternatief waarschijnlijk van 2x4. Meneer Meert. Ja, dank meneer de minister voor dit antwoord. Als Kempenaar kan u begrijpen hopelijk dat ik het zeer op prijs zou stellen om een betere doorstroming naar Antwerpen en verder naar dit parlement te zien. Ik ben een neofiet in dit halfrond. Ik heb beroepsmatig heel wat kilometers afgelegd doorheen heel Europa. De problematiek in het Roergebied, Keulen bijvoorbeeld, of de periferiek van Parijs, jullie kennen het ongetwijfeld allemaal. Maar nogmaals, als neofiet is het toch wel een beetje schrijnend om te zien dat je van Oud-Turnhout 94 kilometer moet rijden naar het parlement hier en dat de gemiddelde reistijd tegenwoordig een kleine 3 uur bedraagt. Dus dat is voor een goede wielertoerist is dat goed met de fiets te doen. In ieder geval, meneer de minister, bedankt voor dit antwoord. Wij hopen als N-VA-fractie dat u in uw beleidsvisie mobiliteit die u aan het uitwerken bent, toch die quick wins gaat meenemen om het grootste fileleed in en om Antwerpen op korte termijn te verlichten. Dank u wel. Goed, zijn er niet-Kempenaars die willen tussenkomen? Mevrouw Kerbach, het is aan u. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, het knooppunt aan de E34, E313 is effectief een groot knelpunt. Structureel fileprobleem. Er is effectief ook een onderzoek geweest naar het heraanleggen van de E313. Ik hoor een nogal selectieve lezing van de aanbevelingen die men nu al suggereert, al doet. En men spreekt van een tussenoplossing, de aanleg van een vierde rijstrook. Feit is dat een gewone capaciteitsuitbreiding van de E313 geen structurele oplossing is. Er wordt ook al in de studie die al gemaakt is aangegeven dat er twee cruciale voorwaarden zijn om die E313 te saneren. Is effectief de aanleg van de A102 en ten tweede de aanleg van een tramlijn van het servicecenter in Ranst naar Antwerpen. Mijn vraag is dus, waar wacht u nog op? U kan de aanleg van de A102 effectief versnellen. Meneer Van Bezien. Ik wou even reageren op de minister die zei, alles hangt van de timing af wanneer we de A102, maar ook de RLF-BIS, wanneer we die gaan kunnen realiseren. Hè, en of dat vroeger of later is, dat hangt aan het aantal rijstroken van de E313 af. Ik zou willen vragen om toch ook rekening te houden met het feit dat RLF-BIS misschien niet gerealiseerd wordt. Daar is nog een milieueffectenrapportage bezig. Dat zou kunnen, je weet dat nooit, dat zou kunnen dat dat een negatieve uitkomst heeft. En bovendien weet u zelf ook dat in de gemeentes daar rond, trouwens ook door de N-VA-mandatarissen daar, heel grote vraagtekens gezet worden bij de ruimtelijke inplanbaarheid van die RLF-BIS. Meneer Seijsens. Ja, meneer Ongerust. Dank u wel, voorzitter. Het antwoord van de minister ontkracht alleszins al de illusie. Als zou de schub klaarstaan om te beginnen. Het gaat hier inderdaad over het openbaar onderzoek. En ook heel duidelijk, denk ik, dat dit niet alleen
de oplossing is. De bijkomende ontsluitingen die erbij nodig zijn. Want alleen een snelweg verbreden, dat betekent dat de file inderdaad korter wordt, maar breder en dus eigenlijk in de feite even groot. Maar ik wil toch even ingaan op het begin van de vraagstelling hier, alsof de indruk zou gecreëerd worden dat dit een Antwerps probleem is. Ik denk dat dat een probleem is dat gans Vlaanderen behelst, want we spreken over een zeer belangrijke ontsluiting van onze haven. Een tramlijn wordt hier gesuggereerd, maar ik denk dat vooral het vrachtverkeer hier grondig mee moet genomen worden. Het economisch netwerk Albertkanaal is trouwens ook altijd gesteld dat hierin mee zou genomen worden. Dus denk ik ook de E313 tussen Ranst en Lumme moet mee onderdeel uitmaken van deze totaaloplossing. Meneer Keulen. Voorzitter, collega's, misschien meer algemeen. De capaciteit vandaag van onze autosnelwegen, meneer de minister, is eigenlijk berekend op de verkeersstromen van midden jaren 80. Vandaag is eigenlijk de verkeersdrukte verdubbeld, verdrievoudigd ten opzichte van die midden jaren 80. En ik denk dat er eigenlijk maar één oplossing is voor het probleem van de file. En Nederland wijst ons daar de weg. Dat is een tweesporenbeleid. Een performant openbaar vervoer. En vandaag bereikt de lijn slechts 4% van het reizigersvervoer. Dat is te weinig. En twee, ook extra wegcapaciteit. Ook daar gaat je niet aan ontsnappen. En of je dat dan doet op de plaats zelf of door in de buurt extra wegcapaciteit te creëren. Maar wilt je dus je logistieke roeping als Vlaamse regio, wilt je die realiseren, gaat je die twee moeten doen. En performant openbaar vervoer en extra wegcapaciteit. Minister Weitz. Dank u wel. Naar aanleiding van de andere vragen, voor alle duidelijkheid, de scenario's vervat in de MER, ik heb die niet geschreven, dat is momenteel in onderzoek. En er wordt eigenlijk ook al geanticipeerd op verschillende, en dat is afhankelijk ook van de timing en de realisatie van de zogenaamde Bertellen. Wel, ook daar wordt rekening mee gehouden in de verschillende scenario's. Dus dat is ingecalculeerd. Ik denk dat dat een goed gegeven is, zowel naar realisatie als naar timing toe. En vanzelfsprekend is dat verschrikkelijk belangrijk, niet alleen voor Antwerpen, maar gelet alleen al op de E313 voor heel Limburg en voor heel Vlaanderen uiteindelijk. Vandaar ook dat de procedures lopen, zowel met betrekking tot de RLBIS en de A102 en anderzijds ook hier voor de oplossing Ranst E34 en E313. Dus we zijn er mee bezig. Heel meer. Ja, je hebt niks gevraagd. Geen? Ja. Oké, dan gaan we over naar de volgende actuele vraag. Die is van de heer Michel Dooms tot de heer Weitz. En die gaat over de uitbreiding van de trajectcontroles. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer de minister, blijkbaar trekken trajectcontroles aan. Lees ik toch dat zowel gewezen ministers, minister Krivits, als uzelf daar toch tot de fanclub behoren om te zeggen, daar moeten wij naar de toekomst op doorwerken. En uit reacties ook van de VAB leren we toch dat ook de bevolking dat systeem als rechtvaardiger en als efficiënter inschat. Een beetje zoals een relatie waar men de trajectcontrole ook graag onder zicht wil hebben en niet voorstander is van wat ik dan one light stance zou willen noemen. Ik bedoel daarmee dan de flitspalen die op dat vlak blijkbaar enerverender werken. We vernemen nu dat op dat vlak beslissingen zijn genomen voor bijkomende trajectcontroles in Antwerpen, Limburg en ook een paar in Vlaams-Brabant. En mijn vraag was, volgens welke criteria is dat geselecteerd en hebben we zicht op de redenen waarom deze prioriteiten zijn aangeduid? Minister Weitz. Wel, misschien eerst even kort, wat zijn de voordelen van trajectcontrole? Drie belangrijke. Eén, inderdaad meer draagvlak. Mensen vinden dat rechtvaardiger. Twee, zorgt voor een betere verkeersdoorstroming, omdat je vaststelt dat bij flitspalen mensen nogal op de rem gaan staan en vervolgens harder terug doorrijden. En drie, zorgt uiteindelijk voor mindere verkeersovertreding, zelfs niet alleen voor het traject zelf, maar ook daarna nog. Er is blijkbaar een duurzamer effect van trajectcontrole, wat helemaal niet het geval is bij flitspalen. En zorgt dus voor mindere overtredingen, in sommige gevallen volgens één studie zelfs 75% minder.
minder overtredingen en voor minder ongevallen. Goeie zaak. Nu, er is een beetje wel de verwarring. ANPR. ANPR is automatische nummerplaatherkenning. Er wordt in de pers gewacht gemaakt van de bestellingen vanuit de politiezones voor die ANPR-systemen. En vervolgens wordt onmiddellijk de link gelegd met trajectcontrole. Nu, dat is niet altijd het geval. Je kan ANPR gebruiken voor bijvoorbeeld politionele controles. Voor rondtrekkende dievenbendes wordt dat bijvoorbeeld herhaaldelijk gebruikt, waarbij dat aan opritten van de autostrade zulke systeem wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat men nummerplaten kan herkennen en dus ook politioneel kan ingrijpen en kan seinen. Anderzijds kan ANPR ook gebruikt worden voor trajectcontrole. Wij vanuit de Vlaamse overheid hebben eigenlijk twee systemen. Enerzijds de autosnelwegen. Daar treden wij zelf op, zorgen zelf voor de installatie en voor het systeem. Op de secundaire gewestwegen, dat zijn de politiezones die daarover, en de gemeenten die daarover beslissen en die ook zelf de installatie doen. Wat doet de Vlaamse overheid? Zij heeft eigenlijk een opdrachtencentrale op poten gezet en zorgt eigenlijk voor, via een schaaleffect, voor het ter beschikking stellen van goedkope, uniforme systemen, waarbij dat eigenlijk de hardware gelijk is voor iedereen, maar de software, daar kunnen de gemeenten zelf in kiezen naar gelang van de toepassing. Wij komen ook financieel tussen, vanuit het agentschap Wegen en Verkeer, op één voorwaarde, als het effectief gebruikt wordt, voor trajectcontrole, maar enkel dan, en dan kan de tussenkomst, zeg ik even van buiten, oplopen tot een 40%, in sommige gevallen bij een tweede toepassing zelfs tot 50%. Meneer Doomst. Dank u wel, meneer de minister, voor de uitleg. Mijn vraag was vooral naar de prioritisering. Dus wanneer wordt een dossier als prioritair bekeken? Want ik weet dus van andere initiatieven, onder meer in Vlaam-Brabant met politiezones, met ook trajectcontrole. En de vraag is, op welk moment en hoe wordt daar dan een prioriteit van gemaakt en wie legt die vast? Wie wens aan te sluiten? Ja, sorry. Meneer Van den Broek. Meneer Van Miert. Ja, dank u voorzitter. De meeste voordelen van de trajectcontrole zijn al duidelijk in kaart gebracht door de minister. Maar ik denk ook vooral het nummerplaat controleren, het slimme nummerplaat lezen, zoals u het al aangehaald heeft, en het bestrijden van misdaden, dat toch nog een belangrijker punt kan zijn dan we tot nu toe al weten. De politiezone waar ik zelf uit kom, heeft een pilootproject in deze gevoerd en de resultaten, gisteren ook nog in de pers op de eerste pagina, zijn toch wel verbijsterd. Vandaar dat wij als N-VA-fractie ook aan de minister willen vragen om alles wat trajectcontrole en uitbreiding daarvan doorheen Vlaanderen, om dit ook mee op te nemen in zijn beleidsnota en verder uit te werken. Meneer Van den Broeke. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister en collega's, ik denk dat we, en ik ben blij dat we het daar eens over zijn, dat we inderdaad eens zijn dat trajectcontroles zonder meer positieve effecten met zich meebrengen. Ik vind het goed dat u daar verder in gaat investeren. Alleen heb ik niet begrepen of u nu nieuwe trajectcontroles op meerdere plaatsen op onze autosnelwegen hebt aangekondigd of dat u dat zal doen en wanneer en waar. En een tweede vraag die ik zou willen stellen is, in het regeerakkoord staat dat de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens eraan komt tegen 2016. We gaan daar ook met een systeem van camera's werken. Wordt er nagedacht om dat systeem ook aan te grijpen of te gebruiken voor verkeersveiligheidshandhaving? Minister Weits. Enkele vragen. Wel, meneer Domst, de prioritisering, wie bepaalt die? Wel, uiteindelijk zijn het de gemeenten zelf die daar zelf de selectie doen, zelf beslissen tot de aankoop en de installatie. Wij faciliteren enkel en zorgen voor een enige uniformiteit. En bijkomend ook, we zorgen ervoor dat de gemeenten zelf geen bestekken moeten opmaken, omdat ze één en hetzelfde systeem kunnen gebruiken dat volledig ter hun beschikking staat. Dus wij maken daar zelf geen prioriteit. Wat we wel doen, aansluitend op de vraag van collega Van den Broeken, is zelf de prioritisering doen met betrekking tot die trajecten op de autosnelwegen, waar dat we zelf autonoom beslissen over aankoop en installatie. Dat doen we zelf. Ik geef opdracht om daar een selectie te maken van de trajecten die voor trajectcontrole in aanmerking komen. Want u weet ook
dat niet alle trajecten daarvoor even geschikt zijn, is vooral afhankelijk van het aantal op- en afritten. Want hoe meer op- en afritten, hoe meer fallout je uiteindelijk in je controlesysteem hebt. Dus dat in antwoord op de gestelde vragen. Meneer Doom, slotopmerking. Ja, meneer minister, het zou interessant zijn, mochten wij van u te weten komen, en ik wil dat eventueel nog via een andere vraag doen, om te weten welke vragen er in de pijplijn zitten en waar de trajectcontrole-trekkers zitten, om te weten, en de benieuwdheid wanneer ze zullen kunnen trekken uit de geldmiddelen die blijkbaar nog ter beschikking zijn. Goed, dank u wel. De volgende actuele vraag is van mevrouw Anke van der Meers tot de heer Ben Weits. En die gaat over het recente rapport verkeersindicatoren van het departement mobiliteit en openbare werken. Collega Joska over de invoering van een slimme kilometerheffing naar aanleiding van het rapport verkeersindicatoren van het departement mobiliteit en openbare werken. En tenslotte collega De Klerk over de aanpak van de toegenomen files door hinderincidenten. Ja, dank u voorzitter. Het jaarlijks overheidsrapport verkeersindicatoren. Mevrouw de Meers, kunt u gezien uw lengte, kunt u de... Dat is toch juist, hè? Je bent, vergelijking met mij ben je zeer groot, maar je kunt... Dat is een knopje op. Dat is een persoonlijk feit, hè? Ja. Goed, we kunnen opnieuw beginnen. Alles is aangepast aan mijn lengte. Alsjeblieft. Dus het jaarlijkse overheidsrapport Vlaamse verkeersindicatoren van het departement Mobiliteit en Openbare Werken geeft een ontluisterend beeld weer deze keer over de problematiek van de verkeerssituaties en de files in ons land, in Vlaanderen. Nu, we staan langer en hoe meer in de file. Het werd hier al gezegd, gemiddeld staan we per dag vorig jaar in 2013 168 kilometer. Files zijn er en daar staan we dus dagelijks in. Als je de weekends meerekent, dan is er een stijging tegenover tussen 2012 tot 2013 van 20% meer files. Dat gaat dus heel snel in heel stijgende lijn. Verder is er natuurlijk ook nog de knelpunten, zoals meneer Van Miert hier vandaag al aanhaalde, de gekende traditionele knelpunten, maar er zijn er nieuwe die daarbij komen, bijvoorbeeld tussen Machelen en parking van Peutie richting Antwerpen, Brussel-Antwerpen, maar ook van Oostende naar Brussel, ter hoogte van Zwijnaarden en Sint-Venijs-Westrum. Wel, men zou denken dat er meer voertuigen zijn, maar blijkbaar uit het rapport komt naar voren dat dat niet zo is. Het is naar gelang ongeveer status quo wat betreft personenvoertuigen en vrachtwagens. Maar blijkbaar is het te wijten aan hinderincidenten. Hinderincidenten, en daarmee bedoelt men dus de incidenten die zich voordoen waardoor de rijstroken minder bereidbaar of niet bereidbaar zijn. Ook het weer is daar een storende factor in natuurlijk, maar ook wegenwerken, het verlies van lading, incidenten enzovoort. De mobiliteitsorganisatie Touring, maar ook het Vlaamse Stichting Verkeerskunde hebben een aantal voorstellen gedaan, zoals meer digitale borden, een nieuwe vorm, een moderne variant van blokrijden en ook het zorgen dat accidenten en incidenten snel genoeg opgeruimd worden, dat de rijstroken vrijgemaakt worden. Nu had ik graag van u, meneer de minister, een reactie gekregen op die evolutie die geschetst wordt in dat rapport dat ik aanhaal en natuurlijk ook zou ik graag een remediering van u verwachten. Dank u wel. Meneer Zoska. Ja, meneer de minister, collega's. Meneer Van Miert heeft het daarnet gehad over de vele files. En hij geeft aan, in de volgende jaren zal daar nog veel over gediscuteerd worden in dit parlement. Meneer Van Miert, u gaat uw hart kunnen ophalen, want ook de afgelopen jaren hebben wij zeer stevig gediscuteerd over mobiliteit en over files. En meneer de minister, dit is een rapport uit 2013, maar het geeft eigenlijk aan, of over 2013, het geeft eigenlijk aan dat we nog steeds in dit land stilstaan. We staan stil en we staan eigenlijk al een heel lange tijd stil en op dit moment zie ik nog zeer weinig, of zie ik te weinig oplossingen, te weinig actie op het terrein om eigenlijk die files in Vlaanderen eigenlijk aan te pakken. En dus dit rapport geeft eigenlijk aan 20% meer files ten opzichte van 2012 en 2013. Ik wil een specifiek element daar uithalen uit het regeerakkoord. Het is een beetje een monster van Loch Ness dat af en toe opduikt. Het stond ook al in het regeerakkoord van 2004, het stond in 2009 en nu staat er weer een passage in het huidige regeerakkoord. En ik geef ze u eigenlijk mee. Voor personenwagens, en dat is het letterlijke citaat, voor personenwagens kunnen we een wegbeprijzing realiseren met een vignet of met een heffing per kilometer. Einde citaat. En het moet mij ook wel een stukje van het hart, het is weer zoals het vroeger was, enerzijds, anderzijds, we durven niet goed kiezen. Dus mijn concrete vraag aan u is, gaat u nu als nieuwe minister van Mobiliteit
de moed hebben, de politieke moed hebben, om nu eens eindelijk ook te beslissen om die slimme kilometerheffing, waar we heel wat dingen veel meer mee gaan kunnen controleren en oplossen, met u nu eens eindelijk in te voeren. Ik denk echt dat het voorbij is, de tijd van het blijven discussiëren, blijven studeren. Het vergt nu politieke moed om, denk ik, de juiste beslissing te nemen. Meneer de Klerk. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de minister, collega's. De collega's hebben het goed geschetst, toch wel de schrikbarende cijfers, een enorme evolutie. En het is eerder gezegd dat wij als Vlamingen eigenlijk van alle Westerlingen het meest tijd spenderen in de file. Dat is inderdaad onaanvaardbaar en een echte aanslag op persoonlijk vlak voor de levenskwaliteit van ons allemaal. Maar ook op economisch vlak. Het VBO had berekend, dacht ik, collega's, 8 miljard euro schade per jaar. Dus dat is toch iets om echt wel aan te pakken. En experts inderdaad schuiven verschillende oplossingen naar voren. We hebben het elektronisch blokrijden, de digitale verkeersborden. Ik denk, meneer de minister, u hebt daar ook al iets over gezegd. Inderdaad, controle, ook zeer belangrijk. Om een goede samenwerkingsfederalisme met uw collega's van het federale niveau daar tot goede afspraken maken. Maar er staat ook in het regeerakkoord, denk ik, collega's, een nieuw iets waar we, denk ik, in Nederland de mosterd kunnen gaan halen, met name incidentmanagement. En daar zijn er toch wel formidabele resultaten op Nederlands grondgebied, waarbij men eigenlijk akkoorden maakt met takeldiensten om sneller incidenten te gaan afhandelen, maar ook doorkijkschermen, om inderdaad de doorstroming vlotter te laten verlopen. Dus daar zijn eigenlijk, als Vlaanderen, meneer de minister, hebben we daar hefbomen in handen om inderdaad dat leed te verminderen voor elke Vlaming op persoonlijk vlak, op economisch vlak. Dus mijn vraag is dan ook, meneer de voorzitter, welke maatregelen ziet de minister op korte termijn om deze toch wel zeer relevant maatschappelijke problematiek soelaas te bieden? Dank u. Minister Weits. Dank u wel. Ik veronderstel dat we de discussie wel uitvoerig zullen voeren wat de lange termijn politiek betreft in het kader van de beleidsnota. Dan zullen we het hebben over verknoping, over betere doorstroming van openbaar vervoer, verhoging van snelheid en comfort via slimme mobiliteit. Als het gaat over de vragen rond de korte termijn, denk ik, wat zijn de oorzaken die men voorop stelt als het gaat over de cijfers van 2013? Twee zaken die men naar voren schuift. Enerzijds wegenwerken, dus infrastructuurwerken. Twee, de weersomstandigheden. Wat kunnen we daaraan doen? Ik denk ten eerste een betere communicatie daaromtrent, een betere variabele signalisatie, waarbij dat we afhankelijk van de weersomstandigheden veel meer gaan inspelen door een verlaging bijvoorbeeld van de maximumsnelheden. Drie is er natuurlijk inderdaad, wil ik inzetten op een verbetering van het incidentmanagement. Dat spreekt voor zich. Maar tot slot blijft natuurlijk, waarom zijn er ook zorgen wegenwerken voor filevorming? Is niet alleen door die wegenwerken zelf, dus door een versmalling van de rijvakken, maar vooral omdat er nog veel te veel accidenten gebeuren. En dat heeft dan weer te maken met het gegeven dat sommigen denken dat die snelheidsbeperkingen, dat die vooral gelden voor anderen en niet voor zichzelf, met als gevolg dat uiteindelijk door snelheidsovertredingen net ongevallen daar ontstaan, al te veel. En daar wil ik dus ook werk maken van meer controles. En dat wil zeggen, want wij zijn natuurlijk ter zake, hebben we beperkte bevoegdheden als het gaat over politionele. Wel, maar het inzetten van mobiele flitscamera's bij wegenwerken is wel onze bevoegdheid, dat kunnen we wel doen. En dat zal ik ook doen. En er zullen dus op dat vlak meer controle komen, meer mobiele flitscamera's. Twee, de vraag naar kilometerheffing. U heeft inderdaad correct geciteerd wat betreft personenvervoer, de auto's, de studie die momenteel nog moet worden opgeleverd, waaromtrent wel lekken geweest zijn, maar die nog moet worden opgeleverd. Op basis daarvan kunnen wij verder bekijken welke initiatieven en welke acties wij effectief ondernemen. In zaken het vrachtwagenverkeer staan we verder. Namelijk, dat is onze effectieve ambitie om 2016 dat in de realiteit te gaan omzetten. Op dat vlak hebben we niet alleen een samenwerkingsakkoord, dat is een beetje de front office, maar ook in de back office hebben we toch al wel werk gedaan. In die zin dat er een consortium is via PAS, waar ik nu nog, ik denk verleden week, nog iemand gedetacheerd heb vanuit AWV, die permanent daar te werk gesteld wordt in via PAS, om werk te maken van de concrete uitrol van die kilometerheffing voor vrachtwagens. De drie gewesten zijn daarin vertegenwoordigd. Zij hebben ondertussen ook een technisch consortium aangeduid voor de technische uitrol.
Want daarstraks was er een vraag van een collega Van den Broeke, van ja, wat gaan die gebruik maken? Er zijn eigenlijk grosso modo, denk ik, twee sporen. Ofwel een sluissysteem, waarbij dat vrachtwagens door een soort sluis rijden. Iets vergelijkbaars met peages, maar dan wel geautomatiseerd. Ofwel is dat op basis van ANPR. Alleszins is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat er geen menselijke handeling moet mee gepaard gaan, geen halt bij die vrachtwagen tegen. Dus we zijn daar wel in uitvoering en ik ga ervan uit dat we onze timing op dat vlak zeker kunnen handhaven. Mevrouw de Meers. Dank u, meneer de minister, voor uw uitvoerig antwoord. Ik kijk er inderdaad naar uit om uw beleidslijnen te kunnen bediscussiëren in de commissie, zowel beleidslijnen op korte termijn als op lange termijn. Het moet mij van het hart dat we moeten kunnen auto blijven. Er moet specifiek aangepast vervoer kunnen zijn voor private personen bijvoorbeeld. Niet iedereen kan het openbaar vervoer nemen, niet iedereen kan te voet gaan of met de fiets. Het moet mogelijk zijn om vlot verkeer te organiseren binnen Vlaanderen. Binnen Vlaanderen moet ook als transitland gezorgd worden dat wij onze economische functie en de verantwoordelijkheid die wij daar hebben als draaischijf van verkeer binnen Europa toch die waar blijven maken. En dan moet mij van het hart dat ik niet zo'n voorstander ben van de kilometer. Heffing. In het algemeen, het kan voor buitenlandse vrachtwagens bijvoorbeeld wel, maar ik zal mij ten allen tijde, dat kan ik op voorhand meegeven, verzetten tegen een slimme kilometerheffing voor personenwagens, aangezien wij momenteel al het cliquetsysteem hebben, waardoor je als je meer rijdt ook meer benzine moet tanken of diesel, en dat je natuurlijk meer betaalt. Dus ik vind dat het slimme kilometerheffing momenteel eigenlijk al bestaat en we zullen dat dus nooit aanvaarden voor personenwagens. Joska. Meneer de minister, Allee, ik denk dat we dat zeer strak moeten opvolgen, heel die studie. En ik heb begrepen dat daar een engagement is. Dus op dat vlak geef ik u zeker het voordeel van de twijfel. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we gaan nodig hebben om die files in Vlaanderen op te lossen. Mm-hmm. En ik volg collega De Klerk. Er zijn van, wat mij betreft ook twee belangrijke insteken. Dat is het ecologische en het economische. En op vlak van dat ecologische zal elke specialist, ook vanuit het buitenland, die eigenlijk systemen van slimme kilometerheffing voorstelt, altijd ook wijzen op het feit dat daarnaast een robuust openbaar vervoerssysteem moet zijn. En op dat vlak maak ik mij toch wel zorgen. Want we hebben natuurlijk de federale besparingen op de NMBS, maar we hebben natuurlijk ook de Vlaamse besparingen op de lijn. En mijn tweede vraag, bijkomende vraag aan u is, hoe gaat u kunnen garanderen met die besparingen, dat besparingstraject dat u binnen de lijn wil realiseren, hoe gaat u kunnen garanderen dat meer mensen het openbaar vervoer gaan nemen in plaats van vandaag? Meneer De Klerk. Dank u, voorzitter. Zeer kort. Meneer de minister, dank voor uw antwoord. Ik denk inderdaad dat een aantal lijnen moeten getrokken worden en dat er moet vermeden worden. Dan moeten we ons eigenlijk twee vragen stellen. Hoe kunnen we tot minder incidenten komen en hoe kunnen we de minder incidenten sneller afhandelen? Ik denk dat dat de essentie is, dat u daar een aantal goede voorzetten geeft. Maar mijn oproep zou zijn om inderdaad dat integraal aan te pakken. En dat kunnen we niet alleen als Vlaanderen, moeten we naar de federale overheid om daar met politie, met binnenlandse zaken, goede afspraken te maken om inderdaad, zoals in Nederland, ze hebben die communautaire verschillende opvattingen, maar om daar sneller met takeldiensten te kunnen werken, met daar doorkijkschermen te gaan creëren, zodat de doorstroming van het verkeer vlotter kan verlopen. Ik denk dat daar heel wat heil in valt en we moeten de mosterd niet altijd te ver gaan halen om daar inderdaad tot resultaten te komen, want het is onaanvaardbaar. Van alle mensen in het Westen zijn wij dus degene die het meest in de file staan. Dat is een aanslag op persoonlijke levenskwaliteit, maar ook economisch. Dit kan echt niet langer. En als Vlaanderen hebben we hefbomen en hebben we ook een harmonie aan verschillende overheden met verschillende en dezelfde inzichten om daar tot resultaten te komen. Dank. Wie wenst aan te sluiten? Mevrouw de Ridder. Dank u, voorzitter. Ja, de verkeersindicatoren tonen inderdaad aan dat de fileproblematiek is gestegen. Ze gaven daar als een van de belangrijke oorzaken het toegenomen aantal incidenten aan, veroorzaakt door meteorologische condities. Nu, men kan ons veel proberen verwijten, meneer minister, maar het weer hebben we tot op heden nog niet in de hand. Uiteraard blijft het enorm belangrijk dat we investeren in missing links, in het wegwerken van bepaalde zaken, onvoldoende infrastructuur die er nog niet is. Maar ik weet dat u ook zeer veel aandacht heeft voor de zachtere maatregelen die even belangrijk zijn. Ik zou u ook willen oproepen van in uw beleidsnota daar de nodige aandacht voor te willen voorzien. Maar ik twijfel er eigenlijk niet aan. Verkeersveiligheid, incidentmanagement en ook het omzetten van de nieuwe bevoegdheden in Vlaams beleid wat betreft sensibilisering, getrapte rijopleiding en zo verder. Meneer De Kort.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, meer files. Dat kan misschien op termijn beter zijn voor de mobiliteit. En ik verklaar me nader. Ik denk dat wij dikwijls allemaal soms nog wat te veel autosolisten zijn, die dat als we op de snelweg in de file staan, ons afvragen waarom dat die anderen, waarom dat die niet gebruiker meer zijn van de trein. Ik denk dus dat we dus meer ook mee moeten inzetten op gedragsveranderingen, bijsturingen, en dat we op dat vlak, meneer de minister, toch nog wel wat kunnen doen. Collega's in het federaal parlement, zoals chef Van den Berg, die heeft daar een voorstel gedaan van mobiliteitsbudget. En mijn vraag is eigenlijk of dat ook vanuit Vlaanderen mee wordt nagedacht om dat mobiliteitsbudget op die manier beter te implementeren. Want dat betekent natuurlijk dat men anders gaat nadenken omtrent in het kader van woon-werkverkeer op gebied van mobiliteit. En dat we minder gebruik zouden maken van die bedrijfswagens en meer op andere bedrijfsmodi, openbaar vervoer, autodelen, fietsdelen, gebruik zou maken. Meneer Van den Broeke. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik ben blij dat een aantal collega's erkennen dat, dat deze indicatoren de zoveelste bewijs zijn dat ons mobiliteitssysteem gewoonweg kraakt in al haar voegen. Wij moeten afstappen van dat mobiliteitssysteem dat te eenzijdig gericht is op automobiliteit. Nu, die fundamentele discussie gaan we voeren in de commissie. Ik neem de handschoen zeer, zeer graag op. Maar ik zou het even willen inzoomen op de korte termijn maatregelen die u heeft aangehaald in de krant. Ofwel zijn het maatregelen waar u zelf of maar in zeer beperkte mate voor bevoegd bent, dan hebben we het over controles. Ofwel raakt u maatregelen aan, zoals dynamisch verkeersmanagement, die duur en tijdrovend zijn. Nu, ik heb een zeer concrete tip voor u, meneer de minister, over een van de meest congestiegevoelige plaatsen in ons land. Volgens de krant De Morgen is zelfs de plaats waar de meeste files staan. En dat is de ring van Brussel. Daar gaat u op korte termijn alleszins geen dynamisch verkeersmanagement kunnen installeren om de eenvoudige reden dat die nog geoptimaliseerd moet worden en die werken starten in 2016. Die nemen een aantal jaren in beslag. U gaat daarvoor niet duur elektronische borden installeren. Wat u wel kan doen op korte termijn is wat men in Parijs heeft gedaan, de periferiek. Verlaag daar de maximumsnelheid. Ik begrijp niet waarom de Brusselse ring een maximumsnelheid heeft van 120 km per uur, terwijl alle andere ringwegen en verkeerswisselaars in dit land en onze omringende landen een lagere maximumsnelheid hebben. Dus mijn vraag is aan u. Duidelijk. Bent u bereid om korte termijn de snelheid te beperken op de Brusselse ring? Minister Weidt. Dank u, voorzitter. Wel een ton nieuwe vragen, bemerkingen en suggesties. Ik tracht er enkele van te beantwoorden. Wel, wat betreft het openbaar vervoer, meneer Rofka, wel, we zullen die discussie absoluut voeren in het kader van de beleidsnota. Maar alsjeblieft, schets toch niet het beeld dat door een besparing van 3% bij de lijn dat er plots geen openbaar vervoer niet meer zal zijn. Dat vind ik licht gechargeerd. We zullen inderdaad actie ondernemen. Ik word daartoe zelfs door de SPA-fractie opgeroepen. Ik dacht dat ze mijn ontslag gingen vragen, maar ze roepen mij op tot actie, in tegendeel. Dus ze willen dat ik een beetje langer blijf. En ik zal dat dan ook maar doen. Gelet op de algemene vraag. Inderdaad, collega de Ridder, wat de weersomstandigheden betreft, de kracht van veranderingen heeft ook zijn beperkingen. Zeker in zaken de weersomstandigheden. Meer files, meer mobiliteit. De tussenkomst van collega De Kort met betrekking tot de gedragsverandering en mobiliteitsbudget steun ik absoluut. Enkel zijn we ter zake niet bevoegd natuurlijk. Hè. Dus vooral de financiële sturing en de fiscale sturing die op dat vlak echt belangrijk is. En een mobiliteitsbudget, denk ik, is inderdaad een goede suggestie. En tot slot, ja, de ring. Wel, meneer Van den Broeke, wij doen wel iets aan de ring. Hè? Dus er zal, u kent de problematiek van de heel noordelijke tracé, waarbij dat we in eerste instantie werk maken van de aanpak van het stukje tussen Woluwe, E40 en de E19 Machelen. Daar zullen we alvast starten. Waarbij dat we het doorgaande verkeer willen scheiden van het lokale verkeer door aparte tracés eigenlijk op dat vlak. Dezelfde aanpak die we gaan toepassen tussen aan de westzijde van Brussel, tussen de E40 Bijgaarde en anderzijds de A12 in Strombeek-Beveren. En tussen beide tracés zullen we zorgen voor een bijkomende rijstrook. Dus we gaan daar effectief aan de slag. We steken daar inderdaad schuppen in de grond en dat zal daar absoluut, het zal enige tijd nog vergen, maar we zullen daar vooruit gaan.
Mevrouw de Meers. Ja. Meneer de minister, ik ben blij dat ik u deze vraag heb kunnen stellen, want u weet en u voelt dat ook aan de vele bijkomende vragen die u ook gehad heeft. Dit leeft, wij zijn het met z'n allen beu en u waarschijnlijk ook, om in de file te staan. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, die zullen wij bespreken in de commissie. Die keuzes die verschillen, ik hoor hier verschillende opties en antwoorden. Nu, één ding voor mij is belangrijk, de auto is er, de auto blijft er en er zal plaats voor moeten gemaakt worden. Want ook de bus zal uiteindelijk in de file terechtkomen. Zelfs fietsers komen al in een file terecht. Zeker in lokale wegen en gewestwegen in Antwerpen, waar ik woon, wordt het heel erg. Dus het is aan u om keuzes te maken. En ik zal u als oppositielid proberen in de juiste richting te duwen. Meneer Joska, minister, het is Joska, voor de duidelijkheid. Ah ja, sorry. Meneer Joska, ik herhaal, meneer Joska. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, ik wou natuurlijk chargeren op het punt van... Je hebt wel degelijk een goed openbaar vervoer nodig. En als ik de vorige minister van Mobiliteit hoorde, dan heeft ze ons altijd in de commissie gezegd dat wat betreft de besparingen bij de lijn, men eigenlijk tot op het bot was gegaan in de vorige legislatuur. Dus is het terecht, denk ik, dat ik mij zorgen maak wat betreft het aanbod openbaar vervoer, want ik zou graag hebben dat niet enkel u met het openbaar vervoer op uw feestjes terechtkomt, maar dat ook andere mensen op hun feestjes terechtkomen, ook met het openbaar vervoer. En in die zin is het natuurlijk uw openbaar vervoer, en ik ben blij met het pleidooi van meneer De Kort rond mobiliteitsbudget. Ik heb op Wakker op zondag ook gezien, slimme kilometerheffing. U bent daar een voorstander van, dus er ontstaat draagvlak in dit parlement. Dit zijn, meneer de minister, de dweilen die je nodig hebt om de kraan die nu openstaat in de files te kunnen oplossen. En ik vrees dat de besparingen die aan de overkant van de straat en hier worden genomen en zijn genomen, de dweil alleen maar hebben afgeknipt. En het gevolg zal zijn dat we nog jarenlang gaan moeten dweilen om die files op te lossen. Voorzitter, minister, collega's. Mobiliteit is sinds 1988 een Vlaamse materie. Dus wij zijn hier aan zet. Wij hebben hefbomen om op korte termijn het verschil te maken. Om die prijs, die eerste prijs van de grootste files van alle Westerlingen te trotseren, aan een ander iemand te kunnen bezorgen. Dus u kunt handelen, u kan daar het verschil in maken. En ik ben ervan overtuigd dat we ook naar aanleiding van de beleidsnota daar inderdaad verder op kunnen doorgaan. Dank u. De volgende actuele vraag is van mevrouw Miranda van Eetvelde tot de heer Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van agressie in het jeugdvoetbal. Dat is toch wel een... Hoe kan dat lager? Dank u wel. Goed zo, mevrouw van Eetvelde. U past dat aan aan u. Oh, ja, kijk, verschillende mensen. Dank u wel, voorzitter, meneer de minister en collega's. Het afgelopen weekend kwamen er verschillende wantoestanden bij het jeugdvoetbal naar boven. En ik denk aan een eerste zwaar incident bij een voetbalwedstrijd tussen twee jeugdploegen in Wilrijk, dat toch ontaard is in een echte knokpartij. De reden van die agressie was de scheidsrechter. Een van de teams voelde zich benadeeld. En er vielen eerst wat woorden en uiteindelijk leidde dat tot een ruzie. En voordat men het eigenlijk goed wist, waren de ouders en de supporters, gingen zij elkaar te lijf. De politiediensten zijn erbij te pas moeten komen om de situatie te kalmeren en de rust terug te bewaren. Maar er vielen ook gewonden. En in datzelfde weekend gebeurt er een tweede incident met een jeugdwedstrijd in het voetbal in Sint-Truiden-Heers, waar een moeder naar haar 9-jarig zoontje die aan het voetballen is staat te kijken en scheldwoorden over haar krijgt van... Is uw opvoeding van uw kinderen, gebeurt dat in het bos, dat is er natuurlijk wel zwaar over. En ik denk dat soort uitspraken en dat soort bedreigingen is in het jeugdvoetbal niet nieuw. Ik zou zelfs durven zeggen dat het een oud zeer is. En ik denk iedereen van ons die al eens naar een jeugdwedstrijd gaan kijken is, heeft moeten vaststellen dat aan de zijlijn of aan de rand van het voetbalplein toch wel wederzijdse beledigingen heen en weer vliegen. En in dat klimaat moeten de scheidsrechters natuurlijk het hoofd koel houden. En ik denk dat dat ook geen pretje is. En ik wil heel kort verwijzen naar een studie van de KU Leuven, waar 9 op 10 scheidsrechters ooit al te maken gehad hebben met verbale of fysieke agressie tijdens, voor of na een voetbalwedstrijd. En 9 op 10, dat vind ik toch wel
hallucinant veel. En daarom, meneer de minister, wil ik aan u vragen, wat is uw standpunt rond deze gebeurtenis? En hoe gaat u de toename van de scheldpartijen en de bedreigingen en de agressie bij jeugdvoetbal, maar goed, in een bredere kader, alle sporten van jongeren in het algemeen een halt toeroepen? Minister Muiters. Dank u wel. En ik moet zeggen, ik ben 16 jaar coach en trainer geweest van een jeugdvoetbalploeg. En ik heb dat ook gezien. En ik kan u zeggen, mijn eerste standpunt is hier duidelijk. Elke vorm van agressie, elke vorm van unfair gedrag, elke vorm van racisme, dit kan niet, dit mag niet. Laat die jongeren zich ontwikkelen. Laat die jongeren plezier hebben. Komt daar niet intussen. Ik denk dat dat voor mij het meest belangrijke is. Natuurlijk, u zei het zelf al, het is niet nieuw. Ik denk ook dat het altijd een blijvend fenomeen zal zijn. En het is zeker niet alleen in sport. Het laat ons niet de indruk wekken dat dit een probleem is specifiek voor de sport. Ik denk dat je unfair gedrag, racisme en agressie overal wel tegenkomt. Maar, en daar wil ik u in bijtreden, laat ons daar actie in nemen. En we hebben heel wat acties gedaan. En wat ik belangrijk vind, is dat we die acties doen op de verschillende niveaus die we in sport hebben. Beginnend vanuit Vlaanderen, we hebben een decreet van gezond en ethisch sporten, waar we richtsnoeren geven aan de federaties, zodanig dat zij in plaats van reactief te gaan reageren, proactief een aantal maatregelen kunnen nemen. Dus eerder voorkomen dan genezen. Ten tweede hebben we de federaties. En er zijn een aantal federaties, ik denk aan de Voetbalfederatie Vlaanderen, die heel hun jeugdsport hebben herzien, de manier van werken daar hebben herzien, waarbij de jeugd wordt gezien als plezier, wordt gezien als een recht voor de jeugd om sport te kunnen beoefenen. Maar ik trek het wel ruimer, u vraagt niet alleen de voetbal, maar de Vlaamse sportfederaties hebben samen een traject uitgewerkt naar scheidsrechters en officials, waarbij zij zeer specifiek nu al 26 federaties hebben die dat mee gaan uitrollen. Dat is aan de start van die uitrol, maar dat is ook belangrijk. En tenslotte de clubs, want dat is natuurlijk zeer fundamenteel. Daar zie je dat een aantal clubs echt al een beleid voeren met afspraken met bijvoorbeeld naar de ouders toe. Natuurlijk, niet iedereen heeft dat. En vandaar dat we ook praktische tools hebben om clubs daarbij te helpen. Maar ik denk dat ik met mijn uitleg u aantoon dat we veel actie al nemen en dat we ook snappen en begrijpen dat naar de toekomst toe we blijvend zullen moeten inzetten om agressie te voorkomen. Mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. En ik ben blij te horen dat de regering toch ook daarmee bezig is en dat men het probleem niet onderkent en dat men dergelijke toestand, dat onaanvaardbaar is. Ik wil nog eens benadrukken, dus de sensibilisering en de preventie moet in deze problematiek toch echt wel centraal staan. En dat is niet een kwestie van één betrokken partij. Dat zijn verschillende actoren. En ik denk dan aan de ouders, de spelers, de trainers, de scheidsrechters, de clubs, de federatie, de bonden. Moeten echt allemaal de handen in elkaar slaan. En ik zeg zeker en vast niet dat het niet gebeurt. Want ik weet ook uit heel goede bron dat er clubs daarmee bezig zijn en daar het probleem echt te gronde aanpakken. Maar in elk geval is er één te veel. Dus ik denk dat we dat dan ook niet kunnen zomaar laten passeren. En dan wil ik er nog aan toevoegen, zou ik ook toch nog wel aandacht willen vragen voor het lokale niveau. En ik denk bijvoorbeeld aan de uitspraken van de directeur van het Gelijke Kansencentrum, die zegt, ja, er bestaat wel op regionaal en nationaal en internationaal niveau, bestaan er wel campagnes tegen racisme in het voetbal, tegen agressie in de sport, maar het lokale niveau wordt daar toch vaak bij vergeten. En goed, het is vaak onderaan de ladder dat de grootste... Wie wenst aan te sluiten? Wie was er nog? Nee, dat kan niet. Misschien iemand van de CD&V. Koen was... Ja, ik ben er vandaag niet bij, sorry. Meneer Anouri ook, hè. Meneer Bayaar. Meneer de voorzitter, meneer de minister. Een van de twee voorvallen ging over een scheidsrechter. En dan het inherent kenmerk, namelijk deze van zijn neutraliteit. Enerzijds zou het een logische piste kunnen zijn om de matchen of de wedstrijden waarbij een tekort is aan een neutrale scheidsrechter
te weerleggen naar later of niet te laten doorgaan. Dat is enerzijds. Anderzijds weet ik wel dat er een nijpend tekort is aan scheidsrechters op dat niveau. Dus mijn vraag is of dat wij kunnen meedenken, bijvoorbeeld met de Koninklijke Voetbalbond, om mogelijke oplossingen te vinden voor deze spanningsveld. Dank u. Meneer Beenders. Ja, bedankt, voorzitter. Minister, ook bedankt voor uw vraag en voor de erkentelijkheid dat de problematiek toch niet zomaar mag onaangeroerd blijven. De cijfers van de studie van de KUL bewijzen het. Het is 11:55 en we mogen heel de problematiek wel toeschrijven aan een gebrek aan respect dat niet alleen binnen de sportclub heerst. Het gebeurt ook in de dagelijkse samenleving. Zo gooit de ene zomaar ongegeneerd een papiertje op de grond en slaat de andere ongegeneerd een scheidsrechter in zijn gezicht. Dat zijn dingen die we niet kunnen toelaten en waar we op moeten reageren. Ik hoor graag dat u met actieplannen bezig bent, maar de studie van de KUL, die gebaseerd is op een goede steekproef met meer dan 650 scheidsrechters, die bijna allemaal lokaal in jeugdreeksen of in provinciale reeksen werkzaam zijn, geeft aan dat we een tandje gaan moeten bijsteken. Dus ik hoop dat die actieplannen waar u mee bezig bent, dat die in een versneld tempo tot op het terrein geraken en dat we misschien toch wel er een grotere prioriteit van maken, zodat het respect in de sport ten aanzien van de andere club, de scheidsrechter, maar ook ten aanzien van de ouders, toch wel wat gaat verbeteren. Ik dank u. Meneer Hanori. Dank u, meneer de voorzitter. Het is terecht dat men al heeft aangehaald dat een oud series in de sport, in de voetbal, ook bij jeugdploegen, jammer genoeg. Meneer de minister, u en ik hebben een tijd in dezelfde voetbalbond gespeeld. Over de arbiters, zoals de eerdere collega het aanhaalde. Het klopt, soms is er geen neutrale arbiter, maar heel vaak en in de meeste gevallen wordt dat op een amicale wijze opgelost. En dan wordt er iemand aangewezen als arbiter en verloopt dat wel in goede sfeer. Soms loopt dat een beetje mis. Nu heel kort om terug te koppelen naar die jeugdvoetbal, naar de jeugdvoetbalploegen. Het is natuurlijk ook zo dat die jeugdvoetballers zich spiegelen aan de ouderen, aan de professionals, aan de mensen die op hoger niveau voetballen. En ook daar zie je maar al te veel, en ook in die reeks, in die bond waar u en ik hebben gespeeld, gevallen van agressie. Spelers die voor 1,5 jaar worden uitgesloten omdat ze volledig doorslaan en de arbiter meppen beginnen te verkopen. Of nog veel erger. En daarom is mijn vraag aan u, meneer de minister, of er ook een plan is om heel duidelijk een gewaarwordingscampagne op te starten naar die professionele, volwassene sporters, die daar ook heel duidelijk een signaal in kunnen geven, zodat men eigenlijk terug kan keren naar wat het belangrijkste is bij het jeugdvoetbal en jeugdsport op zich, namelijk het ontspannen, het samenkomen, het zichzelf sterker maken, het zich amuseren, en dat er een heel duidelijk signaal komt dat agressie niet thuis hoort. Want ondanks het feit dat dat een oud series is het iets dat al veel te lang aanhaalt en moet er eindelijk perk aan paal aangesteld worden. Minister Muiters. Dank u wel. En ik wil een paar dingen reageren. En, eerst en vooral, mevrouw Van Itvelde, uiteraard tot op alle niveaus, zeker ook lokale niveau. Vandaar belang dat we eraan hechten, dat we dat tot op het niveau van de club kunnen organiseren. En als ik dan kijk dat de clubs effectief soms al echt een beleid hebben waarbij op voorhand worden afspraken gemaakt met ouders. Ik weet bijvoorbeeld van een van onze provincie Antwerpse clubs waar effectief wordt gezegd dat bij de jongeren, dat als de ouders zich niet gedragen, ook de jongeren van het veld worden genomen. Ik weet niet of dat een goede aanpak is of niet, maar als die afspraken op voorhand worden gemaakt, is dat een goede zaak. Ik maakte zelf ook altijd afspraken met de ouders vanaf het begin van het seizoen. Als er problemen waren, zou ik het wel zeggen en is het niet aan hen om dat te zeggen. En als je daar goede afspraken maakt, tot mijn verbazing lukte dat altijd wel. Maar ik hoop dat we dat moeten doen en blijven doen naar die lokale clubs. We doen daar ook de nodige richtlijnen voor. Daar zijn effectief die praktische tools van hoe pak je die dingen aan. Dus zeker, dat doen we. Meneer Bayard, ik zou zeker niet naar uitstellen van matchen gaan als de scheidsrechter niet aanwezig is. Ik heb het plezier en het ongenoegen bij wijze van spreken gehad mee te maken dat er geen scheidsrechter was in de match na waar ik had gespeeld of coach was geweest en dat ik dan het scheidsrechtersfluitje overnam. En als je daar, en ik ben het dan eens met meneer Hanouri, als je daar dan van tevoren zegt, kijk, het is dankzij de vrijwilligheid van mensen dat je nu toch kan spelen, dan was daar in de meeste gevallen, meneer Hanouri, toch heel veel begrip voor en dankbaarheid, want het is dankzij die persoon dat je kan spelen. En die dankbaarheid die moet je wel mee hebben naar alle scheidsrechters toe. Ik denk dat daarom wat is opgezet geweest met de Vlaamse Sportfederaties, niet alleen voor voetbal, maar nu al voor 26 federaties, naar officials en naar scheidsrechters, dat dat de juiste weg is.
Want het is ook aan die scheidsrechters vaak, en ik wijs ze niet met de vinger, maar geeft ze iets mee van hoe pak je een moeilijke situatie aan? Hoe ga je om met eerste elementen van agressie? Ik denk dat je daar ook veel rond kan doen. Meneer Beenders, die actieplannen op terrein, ik denk dat u het ondertussen hebt begrepen, die bestaan, maar het blijft werken. Het blijft elke dag werken, maar dat is bij alles. En ik denk dat u ook akkoord bent, u hebt het gezegd, een vergedrag, racisme, agressiviteit, het zijn dingen die we altijd moeten bestrijden, waar we nooit mee kunnen akkoord gaan. In elk geval is er één te veel, maar het zal wel ook in de toekomst blijven bestaan. Maar laat ons er alles aan doen om het te beperken en tot zijn minimum te herleiden. En meneer Anouri, ik denk dat spiegelen aan ouderen, ik begrijp u daarin. Ik heb echter niet de indruk dat we daar veel aan kunnen doen. Daar speelt zoveel anders mee een rol. Er speelt veel geld mee, er speelt veel andere dingen mee. Ik wil graag dat met de voetbalbond wel eens opnemen van kunnen we daar iets rond doen. Maar ik hoop dat het niet zo is dat de jongeren dat dan het voorbeeld moeten vinden. Ik denk dat er op veel plaatsen en met coach, en met trainers, en met ouders, samen, effectief, allemaal samen, kan een oplossing gevonden worden, kunnen afspraken gemaakt worden, en weerspiegelen aan wat anderen doen, is niet altijd het goede. Ik hoor nog altijd mijn ouders zeggen in een tijd van, het is niet omdat een andere springt dat jij ook moet springen. Wel, dat telt ook hier. En ik snap wel dat ze graag zien naar, die topvoetballers, maar laat ons toch maar onze verantwoordelijkheid nemen op het lokaal niveau, in de clubs, met de ouders. En ik ben ervan overtuigd dat dan we toch nog stappen en verbeteringen in het proces kunnen krijgen. Goed, mevrouw Van Eetvelde. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw uitgebreid antwoord. En ik ben er vast van overtuigd met de juiste aanpak dat we samen er moeten voor zorgen dat deze jongeren op een ontspannen, ongebreidelde manier een sport kunnen uitoefenen. En dat is toch hetgeen wat we allemaal willen. Dank u wel. De volgende actuele vraag is van mevrouw Annick de Ridder tot de heer Geert Bourgeois. Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over het aantrekken van nieuwe investeringen voor de Opel site in Antwerpen. Goh, Matthias. Meneer minister-president, meneer voorzitter, collega's. Opel Antwerpen heeft helaas de deur moeten sluiten in 2010. Dat was geen prettige periode, dat was een erg iets voor de regio, ook voor de sector. Er zijn dan nadien discussies geweest over de bestemming van de gronden. Ik ga daar niet opnieuw over uitweiden. We staan vandaag op een heugelijk moment. Een moment, meneer minister-president, waar het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen de site terug in de markt heeft geplaatst. Op zoek gaat naar mogelijke investeerders. En die investeerders moeten tegen 15 januari hun voornemen kenbaar maken, hun plannen ontvouwen die ze eventueel met de site hebben. En ik kan het belang niet voldoende benadrukken voor heel de regio, maar ook voor de Vlaamse economie. We staan op een punt dat iedereen er denk ik van overtuigd is, hoop ik, wat het belang is van private jobcreatie om ook onze welvaart van onze regio in de toekomst veilig te stellen. En dan kan een site van 96 hectare maar liefst die op de markt wordt gebracht daar alleen maar toe bijdragen en helpen om ook de vooropstellingen en de bedoelingen van de regeerakkoorden, zowel Vlaams als federaal, tot stand te brengen en uit te voeren. Ik verwijs naar twee elementen. Eén, FIT, die heel duidelijk hoort tot de reconversiegroep en ook de begeleiding doet, de zoektocht naar een nieuwe investeerder. En dan ook verwijs ik naar uw voorganger, die in april van dit jaar verwees naar de actualisatie van een Opel Antwerp Site Investment Memorandum en ook sprak van een mogelijke lijst al van investeerders. Mijn vraag naar u is zeer concreet. Op welke manier de Vlaamse regering zal trachten die zoektocht naar een passende investeerder voor die grote site zal trachten die zoektocht te faciliteren en te begeleiden en hoe zij daarbij het toch niet onbelangrijke adresboekje van het FIT maximaal zal hanteren. Minister-president. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega de Ridder. U hebt inderdaad verwezen naar de procedurele perikelen. We kijken daar niet naar terug. Zoals u zegt, nu moeten we vooruitblikken en proberen alle kansen te grijpen die er zijn. De verkoopovereenkomst is gesloten deze zomer. De werkgroep reconversie is niet bij de pakken blijven zitten. Die heeft een heel dossier klaargemaakt, een aanbesteding, een tender die in de markt geplaatst wordt met de vraag om de
aanbieding om de biedingen in te dienen tegen 15 januari, zoals u zegt. Heel belangrijk daarbij zijn twee zaken. Ten eerste, de biedingen moeten betrekking hebben op de hele site, de 96 hectare. Ten tweede, het moet gaan over industriële activiteit, maakindustrie. Havenbedrijf zal natuurlijk volop promotie maken daarvoor, maar FIT, en daar staat uw vraag op, zal ook zijn beste beentje voorzetten naast de reeks reguliere, tussen aanhalingstekens acties, heeft FIT inderdaad een selectie gemaakt in focuslanden van 100 industriële potentiële investeerders. Die gaan allemaal het grote dossier krijgen, toegestuurd krijgen, en daarna individueel ook benaderd worden, met dus de bedoeling om daar heel actief promotie voor te voeren, in de hoop dat er een aantal ernstige kandidaten zijn tegen 15 januari, die dan verder zullen geselecteerd worden door de jury, door de werkgroep, onder leiding van Paul Bijs. Rode Ridder. Ik dank u voor uw antwoord. Hier zijn twee elementen enorm belangrijk, denk ik. Toegevoegde waarde en tewerkstelling, werkgelegenheid. Het is een goede zaak dat FIT inderdaad daar ook actief al mee bezig is. Het is toch wel bijzonder dat er al 100 gegadigden of potentieel gegadigden kunnen geselecteerd worden, die dan hopelijk ook massaal zullen indienen tegen 15 januari. Ik kijk samen met u uit naar die datum en ik hoop dat we rond die datum of vlak daarna heugelijk nieuws zullen kunnen hebben in de vorm van contracten die worden afgesloten en de werkstelling die zal worden gecreëerd. Dank goed, u. Wens iemand van Antwerpen aan te sluiten. En naar buiten. Is iemand bij die niet van Antwerpen is? Mevrouw Bastiaans, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. De lancering vorige week, afgelopen week, door het gemeentelijk havenbedrijf en het FIT van de bevragingsbundel is, zoals door collega De Ridder, eigenlijk bijzonder heugelijk nieuws. Niet alleen voor de Antwerpse regio, maar ik denk inderdaad voor heel de Vlaamse economie. De opportuniteit in het creëren van toegevoegde waarde en nieuwe jobs is gigantisch groot. Deze site is uniek gelegen. Ik zal daar als Antwerpse niet verder over uitweiden, maar is denk ik iedereen voldoende gekend. U hebt zelf ook aangegeven welk dat het traject is dat de komende weken en maanden gelopen zal worden door het gemeentelijk havenbedrijf en door het FIT. Maar, meneer de minister-president, ik wou aan u ook vragen, gezien de ongelooflijke opportuniteit en het belang van deze ontwikkeling, of dat u als minister-president en in uw bevoegdheid als minister van Buitenlands Beleid ook zelf samen met deze partners uw schouders wilt zetten onder het promoten van deze opportuniteit en in al uw internationale contacten de komende weken en maanden dan ook die opportuniteit verder aan te prijzen. Dank u wel, mevrouw Toeran. Dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals we allemaal weten, eind december 2010 heeft Opel de activiteiten gestopt in Antwerpen. Sindsdien is daar geen enkele activiteit, omdat er een eigendomsproblematiek was. Het heeft ongeveer 4 jaar en 8 maanden gekost eer dat dat van de kaart was en dat we nu op zoek kunnen gaan naar een nieuwe investeerder. Het havenbedrijf en uw voorganger, meneer de minister-president, heeft altijd gezegd, daarom willen wij in de toekomst geen verkoop meer van de gronden, maar denken wij alleen aan investeerders aan te trekken in concessie. Vandaag lees ik dat er in de pers de CEO van het havenbedrijf enkele verklaringen aflegt waarin dat hij zegt dat er eventueel van een verkoop ook een sprake kan zijn. Dit is een fundamentele koerswijziging, meneer de minister-president, en geeft minstens de indruk dat er vandaag een probleem is tussen Antwerpen en uw regering. Kan u dat nader verklaren en ook met uw regeerakkoord? In het regeerakkoord staat dat men de Opel-terreinen, dat men daar Tech City Antwerp wilt stimuleren. Zowel de CEO als u vandaag zegt dat we op zoek zijn naar metaal- en chemie-industrie met maximale tewerkstelling, wat ik toejuich. Maar hoe rijmt dat ook weer al met uw regeerakkoord waar u wilt gaan voor Tech City Antwerp? Meneer Janssens. Ja, voorzitter, dank u. Als Antwerpenaren een provinciale reflex mogen hebben, dan mogen Limburgers dat natuurlijk ook. Maar de Fortsite is, er is al naar verwezen, is al meer dan 4 jaar gesloten. De
Opel City in Antwerpen natuurlijk is al meer dan 4 jaar gesloten. De Ford-vestiging in Genk, meneer de minister, die zal ook over 2,5 maand de deuren sluiten. We mogen alleen maar hopen dat het niet zo lang zal duren als in Antwerpen vooraleer er interesse kan gevonden worden bij nieuwe investeerders. Maar er is vorige legislatuur het SALK, het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat, in gang gezet, ook met medewerking of onder supervisie zelfs van de Vlaamse regering. En het aantrekken van nieuwe investeerders is uiteraard voor die Genkse site van even groot belang als dat vergelijkbaar is in Antwerpen op de Opel site. Dus mijn vraag aan u, meneer de minister-president, is hoe ver staat het wat dat betreft? Heeft u al enige interesse kunnen noteren van investeerders op de Ford site in Genk? Nu, meneer Janssens, u mag die vraag natuurlijk stellen, maar het gaat hier over de Opel site van Antwerpen, hè? Ja, nee, maar morgen gaat natuurlijk iemand aan de minister-president vragen hoe zit het met de ontwikkeling van de industrieterreinen in de Westhoek of zo, hè? Maar ik bedoel, de vraagstelling is de... Pardon? In Alveringem. Goed. Meneer Van Bezien. Ja, ik juich ook de ontwikkeling in het dossier toe. Ik denk dat het belangrijk is wat er nu gebeurt. En er zijn ook 2 duidelijke keuzes gemaakt. Die zijn hier al gezegd geweest. 1, dat het om maakindustrie gaat. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat we niet voor een logistieke invulling geven die kiezen, bedoel ik, die minder meerwaarde geeft en die bovendien meer mobiliteit met zich meebrengt. En we zitten er al met een mobiliteitsknoop in Antwerpen. Dus ik vind dat een belangrijke voorwaarde. 2, dat er uitgegaan wordt van het systeem van concessie en dat dus eigenlijk de eigendom in de handen blijft van de publieke speler, het havenbedrijf. Dus ik juich dat toe, maar ik voel wel dat er al wat achterdeurtjes bijna openstaan om te zeggen, stel dat we nu toch geen investeerder zouden vinden, ja, dan gaan we die ambitie toch moeten naar beneden halen. Dus mijn vraag aan de minister-president om deze goede ambities die nu geformuleerd zijn ook aan te houden en echt te realiseren. Minister-president. Ja, voorzitter, een aantal vragen. Collega Bastiaans, ik ga uiteraard zelf ook, maar ik beschouw dat onder het reguliere beleid, op alle missies, op alle bezoeken die er zijn, alle contacten die er zijn, waar het pas geeft promotie maken voor deze site. Dat zal FIT ook doen. In al zijn vestigingen waar dat ook maar enigszins van pas komt, zal er promotie gevoerd worden. Zal dit dossier aan de vrouw, aan de man gebracht worden. Waar ik de klemtoon op gelegd heb, dat is dat FIT een bijzonder goede oefening gedaan heeft van potentiële industriële kandidaten. Potentiële industriële kandidaten, 100, uit focuslanden. Dat zijn de landen met een investeringstraditie hier bij ons. Denk aan de Verenigde Staten, aan Japan, aan de buurlanden. Maar ook aan de landen met groeipotentieel. Denk aan China, denk aan Brazilië, denk aan India. Uit die landen is een lijst gemaakt van 100 potentiële investeerders. Die gaan zeer intens bewerkt worden. En ik denk dat dit een heel goede zaak is dat die oefening gebeurt. En dat is inderdaad, dus het zijn potentieel industriële investeerders. Ik kom tot de volgende vragen. Dat is inderdaad met het oog op het aantrekken van industrie, van maakindustrie. Ja, collega Van Bezien, u zegt, misschien zijn daar al achterpoortjes. Dit is een tender die uitgeschreven wordt en waarbij alle hens aan dek geroepen wordt om tegen 15 januari daarvoor biedingen te krijgen. Sommigen onder u zeggen nu al, ja, en u kunt daar terecht wat vrevel over hebben, het heeft lang geduurd. Het is natuurlijk de bedoeling om na 15 januari het pad verder te zetten. Ik kan mij voorstellen dat de reconversiegroep in het slechtste geval dat er geen biedingen zijn, dat er geen oplossing komt, moet nadenken over andere oplossingen. Nu gaat het over het geheel van de site. Misschien moeten dan andere oplossingen in beeld komen. Ik ga hem daar niet over uitspreken. Het zal natuurlijk nooit de bedoeling zijn om die 96 hectare daar ongebruikt, onaangewend te laten liggen. Het aanslepen van de procedure, collega's, u weet, er was een arbitrageprocedure. Er was een arbitrageprocedure, die heeft een bepaald schattingsverslag geproduceerd. Vervolgens heeft hij hem gezegd, wij stellen de arbiter zijn vraag. Heeft daartegen geprocedeerd? Ja, natuurlijk moesten de procedures eerst afgelopen zijn, vooraleer er een overeenkomst kon gesloten worden. Ik ben blij dat die gesloten is. Ik ben het eens met collega De Ridder. Het is belangrijk om nu vooruit te kijken, om gecoördineerd actie te voeren. Uiteraard zal het havenbedrijf dat doen. U weet dat de politiek van het havenbedrijf is om concessies te verlenen. U weet ook dat daar af en toe wel eens een uitzondering op gemaakt wordt. Daar gaat de Vlaamse regering niet over. Dat is het beleid van het havenbedrijf dat in principe weliswaar zeer langlopende concessies verleent, die voldoende rechtszekerheid bieden natuurlijk aan potentiële investeerders. Dat is ook wat in het dossier staat. Maar nog eens,
Dit gaat over de markt, dit gaat over kandidaten. Laten we eerst kijken wat de werkgroep-reconversie binnenkrijgt aan biedingen. Die gaan dat allemaal bekijken, daar zullen uitvoerige besprekingen over gevoerd worden en dan kunnen er conclusies getrokken worden. Collega Janssens, ja, gisteren heb ik een vraag om uitleg gekregen over SALK. Ik wil wel, maar natuurlijk, u kunt elke actuele vraag aangrijpen om dan weer bij associatief denken andere punten aan te brengen. Collega Keuler heeft een vraag gesteld erover. Ieder collega die erop wou tussenkomen heeft dat ook gedaan. Ik heb daar tekst en uitleg gegeven bij de vragen die gesteld zijn. Goed, slotopmerking. Mevrouw de Ridder. Dank u, minister-president en voorzitter. Ja, ik hoor links en rechts al voorwaarden worden gesteld. Nu, voor alle duidelijkheid, voor mij is de hoofdvoorwaarde dat er toegevoegde waarde kan komen en vooral tewerkstelling. Daarbij vertrekt men van basisprincipes die heel duidelijk zijn, denk ik. Hè, dat basisprincipe om de site in zijn geheel te gaan verkavelen. En men vertrekt ook vanuit het basisprincipe concessieverlening. Verder ben ik heel tevreden met uw antwoord, meneer minister-president. Ik vind het knap dat er op zich al 100 potentiële investeerders zijn geselecteerd. Laten we hopen dat we daar een grote return op hebben en dat daar veel interesse uit voortkomt. En ik zal samen met u en met collega's het verloop met zeer veel aandacht blijven opvolgen. Dank u wel. De volgende actuele vraag is van de heer Stefan Sinderbind tot de minister-president. En die gaat over het ontbreken van een communautaire passage in het federaal regeerakkoord en het in kaart brengen van de transfers naar Wallonië door de Vlaamse administratie. Meneer Sinterbin. Wat zegt u? Dank u wel, voorzitter, meneer de minister-president. Na het triest spektakel gisteren bij het begin van de zitting in de Kamer kregen we uiteindelijk dan toch lezing van het federaal akkoord, waarbij onze vrees van vorige week eigenlijk al dat er geen enkele communautaire passage in het federaal akkoord stond, bevestigd werd. Geen enkele communautaire passage. Niks over de miljardentransfers, niks over artikel 195 en ga zomaar door. Daarmee staan wij met onze kritiek niet alleen, want ook de Vlaamse beweging heeft felle kritiek, niet alleen op het federale akkoord wat dat betreft, ook op het Vlaams regeerakkoord waar niks staat, collega Diependalen, over het communautaire. En zegt dat alle communautaire eisen voor de volgende 10 jaar zijn bevroren. Nochtans hier in het Vlaams parlement tijdens de vorige legislatuur. En we kunnen natuurlijk allemaal, zoals struisvogels, onze kop in het zand steken en zeggen, ja, die transfer, daar spreken we niet meer over. Maar in juni 2013 liet N-VA een studie verschijnen, meneer Diependalen, met als titel Vlaanderen betaalt de Belgische factuur. En ik citeer het begin van dit artikel of van deze studie. Ongeveer 8 miljard euro per jaar of 3000 euro per werkende Vlaming. Dat astronomische bedrag laat Vlaanderen jaarlijks naar Wallonië en Brussel stromen. Dat komt overeen met 3000 euro per werkende Vlaming elk jaar opnieuw. En ook collega Van den Heuvel was bij de pinken en zei, ja, die cijfers van N-VA die kloppen niet helemaal. Laten we misschien een opdracht geven aan de Vlaamse administratie om opnieuw een onderzoek te laten, een rapport te laten maken over die transfers. Het laatste rapport dateert van 2004. En er was ook de resolutie Lodewreek in juli 2013, maar die niet behandeld werd. Het lijkt mij logisch, meneer de minister-president, dat de Vlaamse regering de belangen van de Vlamingen verdedigt, ook op het federale, ook op het federale niveau, meneer de voorzitter. En mijn vraag is dan ook, hoe zal u en op welke wijze, meneer de minister-president, zal u ervoor zorgen dat de miljardentransfers naar Wallonië worden afgebouwd en op termijn verdwijnen? Minister-president. Dank u wel, voorzitter, collega Sinterbeen. U stelt de vraag over de totstandkoming van het federale regeerakkoord. U weet, net als wij allemaal, hoe het regeerakkoord tot stand gekomen is, na welke campagne het regeerakkoord tot stand gekomen is. Laat ons zeggen dat het overgrote aantal van de partijen die deelnamen aan de verkiezingen ging voor een communautaire stilstand, geen staatshervorming wou. Twee, u weet dat de grondwet niet vatbaar is voor herziening in deze regeerperiode. Er is geen verklaring daartoe ingediend en goedgekeurd in de vorige periode. Het parlement, de federale kamer, is geen constituante. Dit gezegd zijnde, vergist u zich, in het federale regeerakkoord staat wel degelijk een passage dat een verklaring tot herziening van de grondwet zal ingediend worden in de loop van deze regeerperiode. Twee, ik lees ook in het federale regeerakkoord dat er een aantal grote structurele hervormingen, sociaal-economische hervormingen zullen doorgevoerd worden, die
naar ik mag aannemen, naar ik mag hopen, effect zullen hebben op de transfers. Ik verwijs naar de hervormingen in de sociale zekerheid. Ik verwijs naar de hervormingen in de arbeidsmarkt. Ik verwijs naar de afbouw ook van het ambtenarenapparaat, stuk voor stuk onderdelen waarin sprake is, waarin cijfers bestaan over transfers. Meneer Sinterbeen. Dank u wel, meneer de minister-president, voor uw antwoord dat natuurlijk aan alle duidelijkheid of aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Ook N-VA, ook deze Vlaamse regering gaat duidelijk voor een communautaire stilstaan. Dat staat natuurlijk in contrast, in schril contrast met hetgeen dat alle partijen, of toch bijzonder uw partij, voor de verkiezingen heeft gezegd. En laat mij misschien nog één citaat brengen uit de studie, want we zitten met een regering, zowel op Vlaams als federaal niveau, die inderdaad, en je kunt dat populistisch noemen, in de zakken van de mensen zit, ervoor zorgt dat de gezinnen, dat de werkende Vlamingen moeten betalen voor uw besparingen. Maar als N-VA bijvoorbeeld zegt van dat de Vlaamse beleidsruimte beperkt wordt door de transfers, door eigenlijk die miljardentransfers, dan begrijp ik niet waarom deze Vlaamse regering er niks aan doet om deze transfers af te bouwen en zelfs op termijn uit te schakelen. Wens iemand aan te sluiten? Meneer Diependalen. Ja, heel kort. Meneer Sinterbeen, geen probleem dat u dit thema waarschijnlijk nog zeer lang voor de voeten gaat gooien. Kijk, elke partij moet natuurlijk zijn eigen keuzes maken. Dat hebben wij ook gedaan. Welke keuze hebben wij gemaakt? We hebben gekozen om niet aan de kant te blijven staan, om te gaan voor die sociaal-economische herstelregering samen met de partners van CD&V en VLD. Aan een regering die sinds zeer lang, een federale regering, die sinds zeer lang eindelijk beantwoordt aan de vragen of de uitdagingen die de Vlamingen voor de voeten gooien, waar de Vlamingen om vragen, waar onze Vlaamse democratie om vraagt. Een regering die Vlaamse welvaart wil in stand houden en beschermen, dat is de keuze die wij gemaakt hebben. Betekent dat dat er geen communautaire uitdagingen meer voor ons liggen? Nee, absoluut niet. Maar ik daag u uit om een meerderheid te vormen met partners om die communautaire uitdagingen nu op dit moment in de huidige politieke context te gaan beantwoorden. Ik daag u uit. Minister-president, wens u nog? Nee. Ja, nog heel kort. We hebben dit debat al een paar keer gevoerd natuurlijk, meneer Diependalen, op verschillende debatten. Ik werp u dan altijd voor de voeten. Een Vlaams Nationale Partij die niet meer spreekt over het communautaire is een beetje zoals Groen die niet meer zou spreken over het klimaat, denk ik dan altijd. Maar misschien een bijkomende vraag voor de minister-president. Ik heb het daar juist gehad over die studie van 2000... Ja, maar misschien kan u misschien nu al zeggen dat onze fractie, aangezien dat die studie over die transfers, de laatste studie van de Vlaamse administratie, dateert van 2004, wij een voorstel van resolutie zullen indienen om u te vragen om een nieuwe studie te laten opmaken. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Koen Daniels tot mevrouw Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Onderwijs, over de nood aan een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Meneer Daniels. Ja. Meneer voorzitter, mevrouw de minister, collega's. We lezen in de Tempo-studie dat 70% van de werkgevers eigenlijk aangeeft dat de mensen die instromen in een bedrijf te weinig of niet goed zijn opgeleid om te kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt. En blijkbaar 6 op 10 van de jongeren die afstuderen vinden dat ook. Dat zijn cijfers die eigenlijk in het verleden ook al naar voren zijn gekomen, die we een aantal keren al hebben gehoord. En we denken dat op dit moment lezen we het regeerakkoord een aantal passages die daar toch heel specifiek op inzoomen. Ook in het masterplan secundair onderwijs staan er eigenlijk heel concrete en punctuele maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Een aantal collega's van onze fractie, mevrouw Remen en mevrouw Van Eetvelde, die zijn er ook nogal zeer sterk mee bezig geweest vanuit hun vroegere professionele activiteit. En we hebben toch wat de vraag van op welke manier gaat u zorgen in de toekomst dat effectief met concrete maatregelen we zowel op kennis, technische vaardigheden als attitudes, en dan denken we vooral aan ondernemings en ondernemingschap, dat we daartoe gaan komen om die aansluiting sterker en beter te maken. Aanvullend nog, en niet onbelangrijk, onderwijs uiteraard zowel vorming als opleiding. En we focussen nu inderdaad iets meer op die opleidingscomponent. Dus dat is eigenlijk de vraag hoe dat u dat concreet vorm ziet krijgen in het onderwijs. Mevrouw Krevits.
Dank u wel, meneer Daniels. U hebt eigenlijk de vraag gesteld en het antwoord ook al voor een stuk gegeven. Want uiteraard, wie het regeerakkoord gelezen heeft, die zal merken dat we bijzonder veel aandacht besteden aan het hele luik beroepsgeoriënteerd onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Ik heb het onderzoek waarnaar u verwijst, ik heb het persbericht gelezen, maar het onderzoek zelf heb ik nog niet gelezen. Ik weet dat men een paar honderd werkgevers, ook studenten en ook oudere werknemers, heeft ondervraagd. Wat mij daarin opgevallen is, dus ik denk dat iedereen die zich bezighoudt met beroepsgeoriënteerd onderwijs het ook belangrijk zal vinden dat er op de werkplek, op de werkvloer zelf, ook stage kan gelopen worden door studenten of leerlingen die zo'n opleiding volgen. En ik zie dat de werkgevers zelf, en dat was wel wat verrassend, dat maar 3 op 10 van de werkgevers een aanbod gedaan heeft om tijdens de opleiding ook in meer stages te voorzien. Nochtans een zeer belangrijk punt ook, zowel voor collega Muiters als voor mezelf, om in de komende legislatuur te realiseren. Masterplan secundair, u hebt er zelf ook naar verwezen, is het zeer belangrijk dat we de studenten goed zich laten oriënteren. En wie zich effectief oriënteert naar op een beroepsgerichte opleiding, dat die ook de kans krijgt om voldoende kennis te maken met de werkvloer op een intense manier, om zo de overgang ook een stuk beter te maken. Wat het hoger onderwijs betreft, ja, dat was ik nog bijna vergeten. Hebt u gisteren ook de communicatie, ik vond die zeer goed, want dezelfde groep die nu gisteren gecommuniceerd heeft, heeft vorig jaar gecommuniceerd door te stellen dat studenten hoger onderwijs, dat die onvoldoende ook voorbereid waren op de arbeidsmarkt. Maar gisteren is gecommuniceerd dat wie een professionele hogeropleiding volgt, dat 96% van de studenten zeer snel werk vinden en dat 7 op 10, want een van de kritieken was ook dat jonge mensen, als ze een opleidingskeuze maken, dat ze te weinig hun rekening houden met waar ze willen werken later, hebben we gisteren ook de resultaten gezien dat 7 op 10 kiest ofwel voor een stemrichting ofwel voor een opleiding naar een knelpuntberoep. Dus je ziet dat die klik in de hoofden van de studenten er toch ook wel is. Zeer belangrijk natuurlijk ook, want als je dan als bedrijf of als je wilt werkstellen in deze sectoren, is het van belang natuurlijk dat je jonge mensen vindt die daar ook afgestudeerd zijn. Meneer Daniels. Mevrouw de minister, ik denk dat u een aantal zeer terechte punctuele maatregelen opsomt en ik denk dat het daarover gaat. We moeten zorgen dat we niet meer blijven praten met elkaar, maar dat we die effectief omzetten in maatregelen. Er zijn nog een aantal zaken en u haalt het aan, die werkplek leren en die stages. En daar zitten we uiteraard met een aantal knelpunten. Ik hoop dat we die ook kunnen oplossen op vlak van welzijn van jongeren op het werk. Dat is cruciaal, maar dat gaat ook gepaard met een hele hoop planlast, waardoor bedrijven ook minder geneigd zijn om stages aan te bieden. Ik denk dat we al die zaken moeten wegnemen om de attractiviteit ervan te verhogen. Wat de aansluiting betreft en natuurlijk het interessant maken, moeten we zorgen dat die jongeren in TSO en BSO kunnen werken met materiaal dat ook aanspreekt. Hè. Als we gaan kijken in veel BSO en TSO-scholen, dan zie je dat het materiaal dat er staat, als je rondgaat op een open deurdag, ja, dat spreekt niet zo hard aan. Dat is ook niet het materiaal dat ze zien in de realiteit en in de bedrijven. Ik denk dat we daar ook nog een belangrijk werkpunt hebben. En dan de leerkrachten zelf die het geven. Ja, enige praktijkervaring maakt natuurlijk wel dat ze op meer enthousiasme kunnen rekenen bij de studenten en dat ze effectief weten wat er moet gebeuren. Ik wens iemand aan te sluiten. Meneer De Meijer. Voorzitter, mevrouw de minister, ik constateer dat Fons Leroy het regeerakkoord wel goed gelezen heeft. En hij zegt, de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt is zeer oud, maar wordt in het huidige regeerakkoord aangepakt met het invoeren van het zogenaamde duale leren, waarbij jongeren op de werkvloer een diploma kunnen behalen. Collega's die de vorige legislaturen de onderwijscommissie gevolgd hebben, zullen weten dat ik meermaals daarnaar verwezen heb en gevraagd om dat ook in Vlaanderen in te voeren. Mevrouw de minister, u hebt in uw persverklaringen al meerdere keren gewezen op het feit dat u het secundair onderwijs wil versterken, wil moderniseren. Ik denk dat dat zeer terecht is. Zoals u daarnet hebt aangegeven, betere aansluiting naar de arbeidsmarkt, maar ook betere aansluiting naar het hoger onderwijs. En ik zou er ook willen aan toevoegen naar het basisonderwijs. Als ik u een tip mag meegeven in zoverre dit het nodig is, doe dit met het nodige overleg enerzijds, maar anderzijds ook met de nodige daadkracht als je in de loop van deze legislatuur iets wil realiseren. Maar anderzijds weten wij uit ervaring ook dat de ganse trein in één keer in beweging brengen bijzonder moeilijk is en meestal mislukt. Vandaar dat ik de suggestie geef, doe dit stapsgewijze gebaseerd.
Collega's, mevrouw de minister, ik wil me graag dat we bij het thema en een punt dat ik al in de commissie ook gemaakt heb, toch eens in herinnering brengen. Er bestaat ook een zeer goed instrument op beleidsvlak, dat is de Beleidsraad Werk en Onderwijs, die spijtig genoeg de laatste 5 jaar op sterven na dood was. Ik hoop dat u en collega Muiters die gaan reanimeren, want het is nefast op het lokale terrein te zien dat daar wel samengewerkt wordt tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, VDAB, Sintra. Maar als men naar boven kijkt, daar het 5 jaar redelijk stil is geweest in de samenwerking tussen de ministers. Dus ik vandaar vanuit onze fractie de hoop dat die beleidsraad snel spijkers niet op laagwater gaat vinden, maar koppen slaan. Volkerwits. Dank u wel, collega's. Het is een, het is eigenlijk niet iets om een actuele vraag. De tijd is te kort om het thema volledig of correct helemaal aan te snijden, denk ik. Dus we zullen daar nog boeiende debatten over hebben. Ik ben het eens met meneer De Meijer dat we stapsgewijs moeten werken. Maar voor mij is het aanbieden aan jonge mensen van voldoende ervaring op de werkvloer echt wel cruciaal. Je moet elkaar leren kennen. Het werkveld moet aan het onderwijs kunnen meegeven wat verwachten we, maar omgekeerd moeten jonge mensen voldoende ervaring kunnen doen op het terrein. Dus ik vind het heel belangrijk dat als werkgevers zeggen van ja, wij klagen eigenlijk dat ze niet voldoende, dat ze niet helemaal aan onze verwachtingen voldoen. Ja, geef ze dan ook kansen om tijdens onvoldoende kennis te maken met die werkvloer. En u hebt gelijk, meneer Daniels, je moet voldoende middelen hebben. Op school kunnen ze dat ook. Maar die ervaring, die kenniservaring, er zijn denk ik nu in 2 opleidingen vanaf dit jaar dat er een verplichte stage is ook bij beroeps- en technisch onderwijs. Dus ik vind dat zeer goed dat dat ook zo gebeurt. En zo kun je ook beter mekaars verwachtingen leren kennen. Meneer De Roo, u hebt inderdaad al verwezen, daarom glimlachte ik eventjes daarnet. U weet dat collega Muiters en ik niet de reputatie hebben van dingen te laten liggen. U hebt een punt dat die beleidsraad goed moet werken, maar we moeten vooral, zoals meneer De Meijer zegt, zorgen dat we een actieplan hebben dat heel concreet is. En dat de staatshervorming heeft ons ook een aantal hefbomen extra nu voor de komende jaren. Dus we moeten daar nu wel daadkrachtig werk van maken. Ik wilde ook toch vandaag van de gelegenheid gebruik maken om ook een aantal goede dingen te onderstrepen. Want je kan zeggen, we zijn nog niet goed genoeg op elkaar afgestemd, maar ik zie ook heel veel positieve signalen, ook vanuit de ondernemerswereld. Het belangrijkste is natuurlijk ook dat als je dat jonge mensen keuzes maken, zeker als je beroepsgeoriënteerd kiest, en dat je een keuze maakt die dan aansluit op wat je later in je leven wil doen. Dus we mogen dat, die component zeker niet alleen vergeten. Niet alleen kijken wat wil de werkgever, maar ook hoe kan een jongere zijn talenten, als hij een beroepsgeoriënteerde keuze maakt, dan toch de juiste keuze maken. En daar zullen we in het secundair onderwijs toch nog een heel traject ook moeten afleggen. Daniel, stop op mij. Ja, mevrouw de minister, ik ben blij dat u inderdaad dat we nu eindelijk met concrete maatregelen aan de slag gaan, waaronder het duaal leren, waaronder de oriëntering, waaronder wetenschap en techniek, waaronder die stages, waaronder die aansluiting, waaronder dat overleg. En ik kan alleen maar hopen dat de vroegere twisten die er waren tussen onderwijs en werk, waar het dan ging over vorming en opleiding, dat we nu eindelijk die opleidingscomponent naar waarde schatten, waarbij dat we jongeren kunnen kwalificeren en dat ze op de werkvloer aan de slag kunnen en de werkgevers eigenlijk veel sneller met hen kunnen bewerken. Dus ik ben alvast positief naar de verdere debatten in de commissie daarover. De laatste reeks actuele vragen is van mevrouw Elisabeth Meuleman tot mevrouw Hilde Krevits. En die gaat over de toekomst van de consortia in het volwassenenonderwijs. En mevrouw Genet over de toekomst ook van de consortia in het volwassenenonderwijs. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, er is grote ongerustheid bij die consortia volwassenonderwijs. Wat is dat, een consortia volwassenonderwijs? Dat is eigenlijk een regionaal samenwerkingsverband dat ervoor zorgt dat het aanbod volwassenonderwijs, we weten er is een veelzijdig aanbod voor cursussen volwassenonderwijs, anderstaligen, basiseducatie, de VDAB, Sintra, dat dat aanbod op elkaar afgestemd is, dat die instellingen samenwerken, een soort rationalisatie op. Dus wat deed dat consortia voor volwassenenonderwijs, wat deden die nog? Die zorgden voor een aanbod aan gedetineerden, onderwijs aan gedetineerden. Iets waar wij achterop hinken in ons land, denk ik. Dus ook een zeer belangrijke opdracht. En ten derde hadden die toch ook wel een soort loketfunctie, een toegangspoort, om de cursist wijs te maken in het aanbod. Er is zodanig veel. Je hebt vaak anderstaligen, lager opgeleiden, die via het volwassenenonderwijs toch nog
toch een opleiding willen en kunnen volgen, maar die meestal het juiste aanbod niet vinden, niet op de juiste plek terechtkomen. En daarbij hielp het volwassenonderwijs via de leerwinkels. Dus eigenlijk drie belangrijke functies van het volwassenonderwijs. Daar werken dan ook 70 mensen op dit moment. 11 mensen die het aanbod aan gedetineerden coördineren. Ik ben ongerust, samen met die consortia, over de toekomst van die verschillende belangrijke functies. De toekomst van de leerwinkels, de toekomst van het aanbod aan gedetineerden. Maar ook over die mensen die daar werken. Wat zijn uw plannen, mevrouw de minister? Hoe gaat u die opdracht die de consortia nu hebben, die opdrachten, hoe gaat u die opvangen? Mevrouw Genee. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Meneer Daniels had hier daarnet een zeer belangrijke bekommernis aan, hè, voor onze samenleving. De afstelling van ons onderwijs op de arbeidsmarkt, dat is economisch van belang. Onze werkgevers zijn daar vragende partij van. Maar dat is ook maatschappelijk van belang. Omdat mensen kansen geven, dat kan heel goed via een goede toeleiding, een goede job. En laat nu net dat zijn wat de consortia voor volwassenenonderwijs doen. Zij zorgen voor een heel goede oriëntatie van mensen die soms een tweede kans grijpen in het leven, via tweede kansonderwijs. Van mensen die ertoe komen, anderstalig zijn en Nederlands willen leren en hier echt aan hun eigen integratie willen werken. Van mensen die een heel beroepsgerichte opleiding gaan vormen om sneller toegang te hebben tot de arbeidsmarkt, jong en oud. 400.000 mensen, meer dan 400.000 mensen volgen in ons land of in onze regio, collega's, volwassenenonderwijs. Dit is dus een ingreep die heel veel mensen zou treffen. Waarom is deze vraag zo actueel? Wel, blijkbaar zijn de vertegenwoordigers van de consortia ontvangen op het kabinet. En hebben zij te horen gekregen, ja, eigenlijk tegen 1 januari 2015... zouden we jullie liefst afschaffen? Ik vind dat echt geen verstandige keuze. Dit gaat echt over het regionale afstemmen van het opleidingsaanbod voor mensen die echt kansen grijpen en naar die arbeidsmarkt zich willen oriënteren. Waarom schaft men dit af? Het is nu al een veelheid aan opleidingen die men aanbiedt. Vaak vindt een kat haar jongen niet in terug. Men gaat daarmee 70 jobs zien sneuvelen en men gaat vooral, toch een belangrijke doelstelling ook uit uw beleid, een correcte, juiste oriëntatie van heel veel cursisten en studenten naar de juiste opleiding hypothekeren. Collega's, misschien eerst iets rechtzetten. Als mevrouw Genee zegt natuurlijk dat 400.000 cursisten getroffen worden, dan schrik ik wat, want mevrouw Meuleman heeft zeer juist de taak van de consortia daarnet omschreven. De consortia zelf, die bieden geen onderwijs aan. Die zijn inderdaad regionaal georganiseerd om te kijken hoe kan het aanbod op elkaar afgestemd worden. En de discussie over de toekomst van die consortia is niet nieuw. Ik heb een vraag teruggevonden, ook van mevrouw Meuleman trouwens, aan mijn voorganger Pascal Smet, omdat ze in het schooljaar 2011-2012 ook te horen gekregen hebben van ja, jullie toekomst, we zien eigenlijk geen toekomst meer voor jullie. En collega Smet die had dan een heel plan, hoe dat hij dat eigenlijk zag in de toekomst. Maar dat plan is er niet gekomen. Dus wij zijn nu dezelfde oefening aan het doen op dit ogenblik, omdat het voor mij van belang is dat het volwassenenonderwijs in zijn volle omvang kan blijven bestaan, maar dat ik mij de vraag stel of de tussenstructuren, of dat die noodzakelijk zijn en als ze noodzakelijk zijn, wat ze precies moeten doen. Ik geef een voorbeeld, wat mevrouw Meuleman opmerkte rond het onderwijs aan gedetineerden. Evident blijft dat bestaan. Er is geen twijfel mogelijk dat zo blijft. Maar als het gaat over de eerste of de tweede component, mevrouw Meuleman, die u aanhaalde, namelijk dat de grote poort is om mensen goed te oriënteren, daar heb ik vragen bij. En daar is deze Vlaamse regering niet van overtuigd dat het in de toekomst op deze manier moet blijven bestaan. Betekent dat het de bedoeling is om met de hakbijl erdoor te gaan en te zeggen, voilà, het is nu gedaan? Nee, evident. Er zijn 3 gesprekken geweest al ondertussen. Mevrouw Genee, 2 keer met de consortia zelf, 1 keer met de vakbond. Om te kijken op welke manier gaan we om met de toekomst. Wat zijn de belangrijkste winsten in de expertises? Ook de leerwinkels, die functioneren er zijn een paar pilootprojecten, die functioneren soms goed, functioneren soms niet goed. Maar wat is de core business? Wat kunnen we behouden? Wat kunnen we niet behouden? En u zal binnenkort, van zodra het
programmadecreet komt naar het parlement uiteraard, net zoals de begroting, dan zullen alle beslissingen gefinaliseerd zijn. Maar de zorg is dus terecht, als jullie mij vragen, zullen de consortia sowieso in de toekomst blijven bestaan? Dan is mijn antwoord vandaag nee. Wij zijn aan het kijken, wat is de core business? Het volwassenenonderwijs moet uiteraard sinds in volle omvang blijven bestaan. Ik wil dat er goed samengewerkt wordt op het terrein. Maar de vraag die wij stellen is, is een tussenstructuur daarvoor het ideale en het nodige, ja of nee? En dat staat los van het onderwijs aan gedetineerden en van ook een aantal samenwerkingsinitiatieven die nu lopen en waarvan het ook goed is dat ze blijven bestaan. Mevrouw Meuleman. Ja, ik denk dat het belangrijk is, mevrouw de minister, om ook in tijden van besparing slimme beslissingen te nemen. Beslissingen die misschien nu iets opleveren, maar die ook op lange termijn ervoor zorgen dat we efficiënt en op een zo rationeel mogelijke manier proberen te werken. Hè. Ik denk dat dat altijd moet in het achterhoofd gehouden worden, ook bij besparingsmaatregelen, ook in tijden van moeilijkere financiële momenten. En dan weet ik niet of dat voor het volwassenenonderwijs het geval is. Ik denk namelijk inderdaad dat u dat onderwijs aan gedetineerden absoluut niet kunt loslaten. Daar zijn 10.000 nieuwe mensen per jaar die binnenkomen in onze gevangenissen, vaak laaggeschoolde. 90% komt daarvan opnieuw in de maatschappij. We moeten die opleiden. De expertise nu zit volledig bij de consortia. Dan vraag ik mij af, door ze eerst af te schaffen en dan een nieuwe manier te zoeken om dat opnieuw te gaan herinstalleren, of u niet het kind met het badwater weggooit en opnieuw het warm water zal moeten uitvinden, om het zo te zeggen. Hetzelfde met die leerwinkels. Ik denk dat we in de toekomst opnieuw gaan moeten een toegangspoort, een loket hebben om mensen op de juiste manier, op de juiste plaats te heroriënteren in dat volwassenenonderwijs, in dat tweede kansonderwijs waar een absolute nood aan is. Hè. Daar zit nu de expertise. We waren die langzaam maar voorzichtig aan het opbouwen. Hè. Ik denk dat we dat moeten verder zetten. U schaft dat nu af. Goed. Hoe gaat u dat opnieuw doen? Ik denk dat dat absoluut geen slimme maatregel is. Mevrouw Genie. Dank u wel, mevrouw de minister. Meneer de voorzitter, wel, u zegt ja, er waren in het verleden ook pistes om na te denken hoe we het nog beter konden laten functioneren. Heel duidelijk, vanaf 1 mei 2014 tot en met 31 december 2016 hebben deze consortia een akkoord, een overeenkomst met de Vlaamse regering gesloten. Dus wat u nu eigenlijk zegt is niet meer of minder dan dat u van plan bent contractbreuk te plegen ten aanzien van die 70 mensen die daar vandaag werken. Ik vind dat geen goed bestuur. Ik vind dat ook geen rationele benadering van effectief die 400.000 mensen die in ons volwassenenonderwijs cursus volgen of school lopen. Ik denk als je een rationele oriëntatie wil doen, dat je in die honderden opleidingen die in het volwassenenonderwijs worden aangeboden, dat je daar effectief een goede intake- en trajectbegeleiding moet hebben die losstaat van alle verschillende instellingen die elkaar ook dreigen te beconcurreren. Ik denk dat dat niet in het belang is van de cursist, niet in het belang is van de student, niet in het belang is van onze arbeidsmarkt en de aansluiting met het onderwijs en ook niet in het belang is van de vragen, terechte vragen, die ook heel veel werkgevers aan de regering stellen. Wens iemand aan te sluiten. Mevrouw Brusseel. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, onze fractie is het met u eens dat structuren op gezette tijden tegen het licht dienen gehouden te worden, ten einde van de kostprijs niet verder de pan te laten uitreizen. Wij delen uiteraard uw mening dat het volwassenenonderwijs en aanbod aan diverse cursussen zeer belangrijk is. Wij onderschrijven dat ook. Daarnaast zou ik hier eventjes een zijsprong willen maken, ook naar HBO 5. Ik denk dat we in de toekomst moeten kunnen nagaan welke cursussen best aangeboden worden in welke formule. En daarin denk ik dat we de komende maanden wel een aantal interessante pistes kunnen ontdekken. Collega's, voor de aanvullende opmerkingen. Mevrouw Meuleman, het klopt inderdaad dat... ik heb u vorige week en ook de voorbije weken al proberen te overtuigen dat wij wel volop overleggen vooraleer we definitieve beslissingen nemen. Dus als u zegt, je bent van plan om ze eerst af te schaffen en dan te kijken, doen we het, dat is niet de bedoeling. Dus er zijn ook uit de gesprekken die in de voorbije weken gevoerd zijn, zijn een aantal elementen gekomen waar ik zeker rekening wil mee houden, ook bij de finale beslissing die zal voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. En daar zit onder andere de expertise in zaken het onderwijs voor gedetineerden absoluut.
absoluut in. Dus ik heb u daarnet gezegd, er is geen sprake van dat we die... we gaan die ook dat zomaar niet in de lucht ergens laten hangen. Nee. Dus het is mijn bedoeling ook om de consortia dat volgend jaar ook nog te laten doen. Maar we verschillen van mening, en zeker ook van mening met mevrouw Genet. Als het gaat over, zijn de consortia de ideale manier om ervoor te zorgen dat het aanbod optimaal op elkaar afgestemd is. Dus daar heb ik eerder een meer zuinige mening over dan jullie beiden. Ik denk dat het goed is dat we dat tegen het licht houden, dat we wel de expertise die er is absoluut waarborgen. Maar ik geloof er niet in. U zegt, ja, de consortia zijn verlengd tot 16. Vraag is, waarom zijn ze verlengd tot 16? Was het omdat mijn voorganger Pascal Smet geen plan had? Of was het omdat het als de beste manier van werken beschouwd werd? Ik denk dat het over het eerste gaat, meer dan over het tweede, want de discussies over de toekomst van de consortia bestaat al jaren, de onzekerheid bestaat ook al jaren. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat zeker in een aantal regio's, want dicht bij mijn deur is er onder andere zo'n regio, waar ik absoluut ook de meerwaarde zie van de activiteiten die ze ontplooien. Maar we moeten ze, het is echt mijn bedoeling om de werking zeer kritisch tegen het licht te houden. Ik wil geen mensen zomaar afdanken. Lopende contracten moeten evident gerespecteerd worden. Maar wat mij betreft zijn de consortia niet het ideale instrument om in de toekomst die coördinatie te doen. Slotopmerking, mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, u zegt ik overleg, ik ga in overleg en ik doe niks zonder in overleg te gaan. Dat gevoel leeft absoluut niet bij alle mensen, medewerkers bij de consortia zelf. U bent in overleg gegaan met de koepels, maar vragen aan de koepels wat ze willen doen met een net overschrijdende, niet net gebonden organisatie, is gelijk vragen aan een kalkoen wat er op het kerstmenu moet staan, heb ik het gevoel. Dus misschien moet u toch proberen met de medewerkers, de consortia zelf ook in overleg te gaan en niet enkel met de koepels die daarover eigenlijk niet echt de juiste geplaatste organisaties zijn volgens mij. Dus misschien toch iets meer overleg in plaats van. Mevrouw Genet, slotopmerking. Ja, ik vrees dat ik moet akte nemen van het feit dat de Vlaamse regering van plan is om 70 mensen toch nogal vrij cool op straat te zetten. En twee, dat ook de woorden van deze Vlaamse regering in zaken correcte oriëntatie en rationeel onderwijsaanbod, dat eigenlijk loze cretologie is en dat men dat niet au sérieux neemt. Ik vrees dat de boodschap naar de medewerkers in de consortia en al die duizenden cursisten die vaak niet door de bomen het bos zien in de opleidingen volwassen onderwijs, dat zij hier de dupe van zijn. Dank u wel. En daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. Dames en heren, de orde is nu het voorstel van het uitgebreid bureau betreffende de procedure voor de evaluatie van de kinderrechtencommissaris. De bespreking is geopend. Dames en heren, op 25 maart 2009 werd de heer Bruno van Opbergen door het Vlaams parlement benoemd tot kinderrechtencommissaris voor een termijn van 6 jaar. Op 2 juni 2009 legde hij in de handen van de voorzitter van het Vlaams parlement de eed af als kinderrechtencommissaris en trad hij in dienst. Op 31 maart 2010. Werd zijn 1-jarige proefperiode gunstig geëvalueerd. Het mandaat van de heer Bruno van Opbergen bestrijkt op 1 juni 2015. Met het oog op een eventuele hernieuwing van zijn mandaat moet hij 90 dagen voor het verstrijken van zijn mandaat geëvalueerd worden door de plenaire vergadering. Vooraleer tot de evaluatie te kunnen overgaan, moet de plenaire vergadering de evaluatieprocedure vastleggen. Sinds 2009 worden de evaluaties van de mandaathouders van het Algemeen Secretariaat en van de paraparlementaire instellingen telkens voorbereid door een externe evaluator. Op 22 oktober 2012... duiden het vastbureau Quintessens Consulting NV aan als externe begeleider voor de evaluaties tot 31 december 2016. In de overeenkomst met Quintessens Consulting wordt een evaluatieprocedure beschreven. Het uitgebreid bureau heeft op 6 oktober 2014 eenparig beslist om de kinderrechtencommissaris te evalueren volgens deze procedure die als volgt verloopt. De externe evaluator maakt een evaluatieverslag op basis van de volgende elementen. Het KRC-decreet, het functieprofiel van de kinderrechtencommissaris, een uitgewerkt beleidsplan voor de volgende mandaatperiode, een zelf-evaluatie van de kinderrechtencommissaris, een top-down evaluatie door de voorzitter en een delegatie van het UB met 10 verstanden dat elke fractie vertegenwoordigd is, een bottom-up evaluatie door de personeelsleden die onder de te evalueren mandaathouder vallen. De heer Van Opbergen wordt door de externe evaluator uitgenodigd om te reageren op het ontwerpverslag. Op basis van het verslag van de externe evaluator en de toelichting die erbij gegeven wordt in het uitgebreid bureau en na de heer Van Opbergen gehoord te hebben, formuleert het uitgebreid bureau een voorstel om de heer Van Opbergen al dan niet gunstig te evalueren. De plenaire vergadering beslist over het voorstel van evaluatie. Namens het uitgebreid bureau verzoek ik de plenaire vergadering om deze procedure goed te keuren. Vraagt nog iemand het woord hierover?
Nee, dan mag ik aannemen dat het voorstel van het uitgebreid bureau betreffende de procedure voor de evaluatie van de kinderrechtencommissaris eenparig is aangenomen. Dan is al dus besloten. Dan gaan we nu over tot de stemmingen. Stefan. Ja. Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van de heer Bart van Walderen, de dames Elke van den Branden, Freya van den Bossen, de heren Wouter van Bezien en Jan Bertels en mevrouw Ingrid Pira. Tot besluit van de op 30 september 2014 door de heer Jan Bertels de commissie gehouden interpellatie door de heer Jo van Deurzen, Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het structureel voorbestaan van het expertisecentrum Modem en de motie ter zake van de Antwerpse provincieraad. Vraagt hierover iemand het woord? Meneer van Walderen. Voorzitter, het is niet echt gebruikelijk dat we bij dit soort van moties uitgebreid het woord voeren, maar ik wil toch de aandacht van alle collega's, ook zij die het zeer interessante debat in de commissie Welzijn niet gevolgd hebben, vragen voor deze problematiek. In de commissie was eigenlijk iedereen het over partijgrenzen heen eens dat de werking die de VZW Modem al sinds een aantal jaren aan de dag legt, dat die als bijzonder waardevol wordt geëvalueerd. Deze VZW biedt niet meer of niet minder dan een digitale toegangspoort tot onze samenleving voor heel wat mensen met een beperking, of deze nu auditief of visueel of bewegingshandicap betreft. Eigenlijk als we hier vandaag niets doen, en dat is ook wat in deze resolutie staat, dan houdt deze VZW binnen een paar dagen op te bestaan wegens een gebrek aan middelen. Komt er heel kort samengevat op neer, de provincie mag het niet meer doen en tot nog toe hebben we langs Vlaamse kant niet de bereidheid gevonden om het te willen doen. We hebben deze namiddag minister Homans een opening horen maken over het provinciaal onderwijs, om daar ook in de toekomst een mogelijkheid te voorzien. Eigenlijk vragen we niet meer of niet minder dan dat die clementie ook ten aanzien van deze voor heel wat mensen broodnodige VZW wordt aan de dag gelegd. En ik hoop dat u uw woord gestand bent. Elk van de meerderheidspartijen heeft in de commissie aandacht gevraagd voor deze problematiek. Oppositiepartijen ook. De provincieraad van Antwerpen steunt deze vraag. Dus ik zou zeggen, volg uw geweten. Dank u wel, mevrouw Van den Brand. Bedankt, meneer de voorzitter. En het voor ons soms heel moeilijk is om te kunnen voorstellen wat het betekent om niet of heel moeilijk te kunnen praten. En hierover gaat het. Modem is een organisatie die mensen die problemen hebben om te praten of die niet kunnen praten, de hulpmiddelen aanreikt om dit wel te kunnen doen. En ik weet, beste collega's, dat jullie ongetwijfeld beseffen hoe belangrijk het is om met uw familie, om met uw vrienden, om met de omgeving direct te kunnen communiceren. Die hulpmiddelen die gaan van technische toepassingen, die eerder bescheiden zijn, kaartjes met pictogrammen op, tot echt computerstemmen. Zoals collega Van Walderen zegt, mag Modem niet meer gefinancierd worden vanuit de provincie omwille van de interne staatshervorming. Het is een persoonsgebonden materie, het mag niet meer gebeuren. Mevrouw Homans heeft er straks inderdaad gezegd dat die initiatieven die op provinciaal niveau daardoor niet kunnen voortgezet worden, ofwel op lokaal of bovenlokaal niveau worden hernomen, ofwel op Vlaams niveau. Gedurende 2 jaar is er overleg geweest tussen Modem en tussen de minister van Welzijn om dit initiatief te kunnen verder zetten. Dit is niet gebeurd. De provincieraad van Antwerpen heeft een motie op initiatief van Groen goedgekeurd. En alle collega's die hier aanwezig zitten, die hebben ook collega's in hun partij die in die provincieraad aanwezig waren. En die weten dat die motie daar op enkele onthoudingen na is goedgekeurd. En ik wil aan de collega's van de N-VA expliciet voorlezen met welke motivatie de N-VA in de provincie van Antwerpen deze motie heeft goedgekeurd. En ik citeer letterlijk. De N-VA betreurt de stopzetting van Modem. Ingevolge de interne staatshervorming moeten er keuzes gemaakt worden en welzijn wordt daarbij zeer zwaar getroffen. Er werden veel inspanningen geleverd om Modem over te hevelen naar Vlaanderen, maar minister Van Deurzen gaf niet thuis. Ik citeer uw N-VA-collega in de provincieraad van Antwerpen. Minister Van Deurzen gaf niet thuis. De N-VA engageert zich daar om verder aan te dringen bij de collega's in de Vlaamse regering om Modem alsnog over te nemen.
Collega's, vandaag ligt dezelfde motie hiervoor. Als u integer bent, als politieke partij, neemt u hier dezelfde stemhouding aan als in de provincieraad van Antwerpen en gaan wij hier unaniem deze motie goedkeuren. Mevrouw Van der Meers. Dank u, voorzitter. Mevrouw Van der Meers, dank u, voorzitter, voor het woord te geven. Mijn fractie zal dit ook goedkeuren, net zoals wij in Antwerpen in de provincieraad ook achter de motie die daar toen ter tafel lag, stonden en staan. In Wilrijk wordt nu al 23 jaar in het expertisecentrum Modum zeer goed werk geleverd. Ik heb daar persoonlijk ook voor een ALS-patiënt in mijn familie beroep op gedaan. Zij hebben een ongelooflijke expertise en het zou heel spijtig zijn dat die verloren gaat. En ik vrees dat, zoals het probleem reeds aangekaart is, als de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, dat dit een voorbode is van wat gaat volgen. Er gaan nog zeer goede initiatieven in verschillende provincies hetzelfde lot ondergaan. Vandaar ook mijn oproep om deze motie goed te keuren. Wij zullen het in ieder geval als fractie ook steunen, net zoals in Antwerpen. En we zouden eigenlijk moeten zorgen dat die expertise die nu dreigt verloren te gaan, ondergebracht wordt in het kenniscentrum hulpmiddelen van de Vlaamse overheid. Wie wenst hierover nog het woord? Niemand? Mag ik dan overgaan tot de stemming? Mevrouw Van der Brand, u wil nog even reageren? Ik zie u wuiven. Nee. Ja, ik ga er dan ook vanuit dat de meerderheidspartij dit goedkeuren consequent met hun houding in de provincieraad. En zo niet, zou ik heel graag daar een motivatie van horen, zodat we de collega's in Antwerpen daarvan kunnen informeren. Meneer Diependalen. Ja. Wij hebben een debat aangegaan in de commissie en hoe dat daar de provincieraad over stemt, dat weet ik niet, maar wij zijn hier in het Vlaams parlement en wij gaan hier onze houding conform de afspraken die wij hebben met onze meerderheidspartners. Dat was meneer Diependalen. Vraagt nog iemand het woord? Meneer Van der Brand? Nee? Oké. Niet dus. Goed, dan gaan we over tot de stemming. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichtingen. 108 leden hebben deelgenomen, 30 leden hebben ja geantwoord, 77 leden hebben nee geantwoord. 1 lid heeft zich onthouden. In dit geval neemt het Vlaams parlement de motie niet aan. Meneer Van Malderen, u wilt natuurlijk de reden van onthouding. Absoluut. Ik wil mijn stemgedrag verklaren. Collega's, ik snap dit niet. U moet zelf maar vanavond met uzelf eens overleggen wat het betekent om enig politiek geweten te hebben. Uw partijen stemmen in de provincieraad van Antwerpen omdat ze de werking van dit expertisecentrum kunnen inschatten en kennen voor een resolutie die het behoud van dit kenniscentrum in de toekomst veiligstelt. Uw commissieleden pleiten in commissie voor het behoud van dit kenniscentrum. Hier ligt een heel eenvoudige resolutie voor, een motie voor, die daartoe strekt. En massaal keurt u dat af. Meneer de voorzitter, ik stel vast dat het heel gemakkelijk is om op YouTube mee te doen met de Ice Bucket Challenge. Maar als er dan concreet moet werk gemaakt worden van de integratie van bijvoorbeeld ALS-patiënten, dan stemt u iets heel anders. Proficiat, mensen van de meerderheid. Goed, dames en heren, aan de orde is nu de huidige stemming over de motie van de heren Sint-Ubin, Janssens, Dazeleer en van Grieken en de dames Anke van der Meers en Barbara Bonte tot besluit, want op 3 oktober 2014 door de heer Stefan Sint-Ubin een commissie gehouden in de plaats van de heer Sven Gats over het forum dat door de VRT werd gegeven aan een notoir moslim-extremist in ter zake en de initiatieven die de minister naar aanleiding hiervan eventueel zal nemen. Vraagt hierover iemand het woord? Meneer Sint-Ubin, alstublieft. Ja, voorzitter, het is al een tijdje geleden natuurlijk, maar ik wil toch nog even deze motie situeren. Het is namelijk zo, en ik denk dat heel wat collega's zich ongetwijfeld nog de uitzending van ter zake zullen herinneren, waar eigenlijk via een allerminst kritisch interview een forum werd gegeven aan een Britse moslim-extremist, die ondertussen in de cel zit in Groot-Brittannië, Anjem Choudhary, om de barbaarse onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley door IS te rechtvaardigen en ook om de sharia te propageren. Ik heb daar
Ik wil niet de hele discussie van mijn interpellatie in de commissie overdoen. Ik heb een aantal argumenten aangehaald waarom het volgens onze fractie niet kan dat dergelijke barbaren een forum krijgen op de VRT. De minister heeft zich een beetje verschuild achter de redactionele vrijheid van de VRT en heeft ook verwezen naar de VRM. Maar ik voel mij wel gesteund door de N-VA-fractie. Ik voel mij gesteund door de N-VA-fractie omdat op 26 augustus 2014 middels een opiniestuk de collega's van Dalen en Diependalen eigenlijk mijn mening volgden en ook vonden dat dergelijke interviews op de VRT niet konden, waarbij zij stelden dat de VRT een inschattingsfout heeft gemaakt. Wij vragen dus enkel aan de Vlaamse regering om toch nu nog afstand te nemen van de betrokken uitzending en er bij de VRT op aan te dringen dat de openbare omroep in de toekomst geen forum meer heeft aan moslim-extremisten en ter zake een interne richtlijn opstelt. En een interne richtlijn, collega's, opstellen kunnen ze perfect bij de VRT. Wij van het Vlaams Blok, van het Vlaams Belang, kennen er alles van. Wij kennen er alles van. Dus meneer Van Malderen, wij zitten in hetzelfde schuitje. Ik hoop ook dat het bij N-VA en andere partijen niet alleen bij woorden, maar ook bij daden komt. En ik ga er dus vanuit dat minstens de collega's Diependalen en Van Dalen onze motie goedkeuren. Goed, dank u wel. Meneer Diependalen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat de vraag natuurlijk rond het feit dat er iets is misgelopen met die uitzending, die klopt. En daar hebben collega Van Dalen en ik inderdaad ook laten verschijnen in de Vrije Tribune. Want die was niet goed, maar er is één groot verschil met onze Vrije Tribune in de standaard en uw motie nu. In uw motie vraagt u om in de toekomst, of verbiedt u aan de VRT, om ooit nog zo'n forum te geven. Maar ik ga u voorlezen wat wij geschreven hebben. Uiteraard heeft een openbare omroep de taak om de kijker ook hierover uitvoerig te informeren en verschillende visies te belichten. De vraag is, hoe? Wij hadden vooral kritiek op het feit dat het interview zeer kritiekloos was, dat dat zonder enige... het feit dat dat in een barbaarse context gebeurde, die vraag is nooit gesteld aan die man. En die heeft daar gewoon een open forum gekregen. Wij hadden dus een probleem met het hoe. Maar dat je die man op zich aan het woord mag laten, dat kan als je dat op de juiste manier doet. En daar hadden wij commentaar op. Ondertussen hebben we daar ook een gesprek over gehad met de VRT en is dat uitgeklaard in die zin dat we daar inderdaad eigenlijk gelijk gekregen hebben dat dat een inschattingsfout was. Maar er is dus een fundamenteel verschil tussen het verbieden van zo iemand überhaupt aan het woord te laten of de manier waarop je dat interview afneemt. Daar hadden wij een probleem mee. Goed, dankjewel. Vraag nog iemand het woord? Nee. Dan gaan wij over tot de stemming. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichting. 111 leden deelgenomen. 6 ja, 105 nee. Geen onthoudingen. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement de motie niet aan. Dames en heren, ik vraag even uw aandacht, want hij was er de vorige vergadering niet, maar de heer Hermes Sanctorum is vader geworden van Juno en die maakt het blijkbaar zeer goed, heb ik begrepen. Dus, Het feit dat de heer Sanctorum zo stil is, heeft te maken natuurlijk met de weinige nachtrust die hij heeft, denk ik. Ik denk dat de verklaring is. Dames en heren, we zijn ook aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 22 oktober 2014 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u behouden thuiskomst.